Ik zal als introductie op deze avond kort de sprekers aan u voorstellen. En we komen later in het programma met elkaar nog wel vanzelf te spreken. Maar allereerst is ook de eerste spreker, Hans Tel, directeur ruimtelijke ontwikkeling voor het ministerie van Binnenlandse Zaken. En jij belichaamt vandaag eventjes de vertegenwoordiger, de niet zo heel erg conventionele vertegenwoordiger, dat zult u daar nog wel merken, van die systeemwereld, van het beleid. Jij schetst voor ons de grote opgave van deze tijd, waar wij met z'n allen voor staan als samenleving. Een aantal aspecten of ingrediënten van hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Juist ook in relatie tot die praktijk. Wellicht schets je ook waarom jij het initiatief hebt genomen om eigenlijk dat Place of Hope, die plek in Leeuwarden te creëren, waarbij we praktijk en beleid met elkaar in verbinding brengen via kunst en cultuur. De andere kant van de zaal, ik heb jullie natuurlijk bewust zo even tegenover elkaar gezet, er zit een heel bijzonder duo die mij inmiddels al zeer na aan het hart liggen. Nienke Rix-Dukema, architecte, maar ook initiatiefnemer van Feel the Night, Stichting Feel the Night en Dark Sky. Echt iemand uit de praktijk, een landmaker, die eigenlijk een Places of Hope heeft gecreëerd in het noorden. En ons heeft leren genieten van de kracht van de donkere nacht. Maar daarover dadelijk meer. En Klaas Hietze-Spoelstra daarnaast. Ook initiatiefnemer van een buitengewoon interessant project, Koning van de Graide, zeg maar de koning van het weiland. De Grutto als nationale vogel, maar vooral ook als onze spiegel. De Grutto die ons laat zien over waar we eigenlijk staan als mensheid en wat we vooral nog te doen hebben. Dan krijgen wij vandaag een toch wel vrij spannende eerste sneak preview van Place of Hope door de curatoren van Place of Hope. Maarten Haaier. Ook natuurlijk gewoon hoogleraar in Utrecht, dus ook toch wel een beetje die systeemwereld, maar vandaag ook de verbinder. Iemand die via kunst en cultuur die verbinding probeert te leggen tussen de systemen en de praktijk. En jij neemt ons mee in het Nieuw Nederland in aanbouw en wijst ons de richting van hoop. En ik hoop dat die in ieder geval leidt tot een groots en meeslepend bezoek aan Leeuwarden. En Michiel van Iersel. Ook een bijzonder man, jullie hebben ook al samengewerkt met de architectuur bij Biennale Rotterdam. Non-fiction is jouw bedrijf, maar jij neemt ons mee vandaag in de tentoonstelling. Niet zozeer de visie, de grote lijn die schetst Maarten, maar jij bent degene die ons op een aantal momenten, en dat zijn hele korte momenten, ik zeg het pas vast, dat even de gordijntjes zo met een kiertje open gaan, dat we even kunnen gluren wat er in Leeuwarden allemaal te zien is. We willen ook niet alles verklappen, dus het moet wel een reden zijn om in de trein te stappen. Dus er komt op een aantal momenten in het programma, kunt u, als u goed oplet, even een sprankje krijgen van die tentoonstelling die nu wordt gebouwd. Nou, en vervolgens gaan we in het programma natuurlijk vooral met elkaar in gesprek, want wij zijn allemaal de hoop zoekende of misschien al de hoop vindende mensen. En twee mensen wil ik met name even noemen. Dat zijn Jannemarie de Jonge van Wing en David Dogen van de Vereniging Delta Metropool. Jullie zijn eigenlijk een van de initiatiefnemers van Wij Maken Nederland. Hè? Ook een van de dragers van deze avond. Wij Maken Nederland is een netwerk van mensen zoals u en ik. En jullie zijn eigenlijk op zoek naar wat kunnen we nou doen om die systeemwereld, beleidscontext te verbinden met de praktijk. En hoe kunnen we nou de praktijk verbinden met beleid en wat hebben we van elkaar nodig? En hoe kan kunst en cultuur daarin een rol spelen? Dus eigenlijk met jullie zijn we allemaal daarna vanavond op zoek. En het interessante is dat als we daar nou een aantal conclusies aan kunnen verbinden vanavond nog, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die ook landen in een document wat jullie maken. We noemen het even het regio-referaat. Vanuit de regio, vanuit de praktijk, maken jullie een soort van stellingname naast de nationale omgevingsvisie. Dus of we dat soort conclusies kunnen komen, dat zullen we aan het eind zien. Maar in ieder geval, het wordt wel spannend en we gaan het gesprek gewoon met elkaar aan. Hans, mag ik jou vragen om af te trappen? Dankjewel, David. Dat ik ineens systeemwereld ben geworden. Daar ben ik nog niet helemaal overheen, over deze etiketering, zullen we maar zeggen. Hartelijk welkom. Er is een debat over Amsterdam. Dus degene die het hier saai gaat vinden, een paar verdiepingen naar beneden. Misschien wel veel leuker. Dat is niet zo hoor, trouwens. Het wordt hier veel leuker. Ik heb 10 minuten, dat is veel te weinig, altijd veel te weinig. Maar ik heb eigenlijk één boodschap, die kan ook in 1 minuut. Dat is namelijk de opgave die we hebben, die we voor ons hebben de komende 30 jaar. En de ambitie die je daarin kunt hebben, die kunnen niet als je niet doet aan wat we noemen ruimtelijke ordening.
En ruimtelijke ordening, dat is hoe we dit land kneden, maken, inrichten. En dat doen wij weer met elkaar. Daar kom ik straks nog wel even wat uitgebreider op terug. Even plaatjes laten zien. Ik heb een paar hele saaie plaatjes. Heb ik expres gedaan omdat Maarten hele mooie plaatjes heeft. Dus bij mij krijgt u alleen maar een beetje tekst en moet u het even hebben van het verhaal. De sturingsfilosofie van de huidige ruimtelijke ordening etiketteer ik maar even als centrale activering. Wat dat is, wordt vanzelf duidelijk, hoop ik. Er zijn eigenlijk vier hele grote opgaven gedefinieerd. Dit soort ronkende teksten, die op zichzelf niet zo vreselijk veel zeggen. Maar u kent dat natuurlijk allemaal wel. Dit is wat in de NOVI zit. Heel belangrijk document wat rond de zomer en concept klaar is. De Nationale Omgevingsvisie. Daarin gaat het kabinet eigenlijk de strategische keuzes maken en strategische wegingen maken op grote opgaven die gaan over de toekomst van Nederland. Naar een duurzame concurrerende economie, een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving, toekomstbestendige bereikbare woon- en werkomgeving en naar een waardevolle leefomgeving. Op ieder onderwerp op zich kunnen we 10 minuten of langer volpraten. Dat wil ik niet doen, ik ga er één uitlichten. Niet omdat die belangrijker is, maar om een beetje gevoel te krijgen van waar gaat het nou over als we het over deze onderwerpen hebben, als het gaat over de impact op de ruimte. Want al die opgaven, die hebben eigenlijk een enorme impact op hoe wij Nederland inrichten. Niet alleen nu, maar ook echt de komende 20, 30 jaar. En misschien is dat nog wel een veel grotere opgave dan die opgave die we de afgelopen jaren achter ons hebben liggen. Ik neem maar even de tweede, een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving. Zoals jullie natuurlijk allemaal weten is er een klimaatakkoord gesloten. Heeft ook dit kabinet vrij hoge ambities als het op dat punt gaat over de energietransitie en het klimaatneutraal maken van Nederland. Maar de stelling is voor mij is eigenlijk heel simpel. Dat kan niet als je niet aan ruimtelijke ordening doet op alle schaalniveaus. Even voor de duiding. Stel dat we alles zouden doen met windenergie in 2050. Dat is niet zo, maar even stel. Dan hebben wij nodig in Nederland 90.000 windmolens van 3 megawatt. 90.000 windmolens. Er staan er op dit moment in Nederland 2500. Dus je kan je een beetje gevoel daarbij krijgen van wat dat dus gaat betekenen als je dat alleen met windenergie zou oplossen, ons energievraagstuk. Als we los zijn van de fossiele brandstoffen naar duurzame energie overstappen. Stel dat je alles zou doen met zonne-energie. Dan hebben wij nodig 600.000 hectare grond. 1,2 miljoen voetbalvelden zijn dat. Of zo je wil 240 miljoen daken van woningen. We hebben er 6,5 miljoen overigens in Nederland. Als je tot je door laat dringen wat dat dus betekent, dan kan je maar één conclusie trekken. Dat is namelijk dat het Nederlandse landschap volledig op de kop gaat als we die ambitie met elkaar waar willen maken. Daar zullen we hoe dan ook met elkaar het gesprek over moeten voeren. Niet eventjes, niet met een plannetje. Nee, dat gaat vele jaren duren en dat gaat een hele grote impact hebben op ons allemaal. Dat gaat een hele grote impact hebben op de leefomgeving. En dat is heel essentieel omdat mensen zich verbinden aan de leefomgeving. Ze ontlenen daar hun identiteit aan. Het gevoel, heb ik het nog wel naar mijn zin, ja of nee? Is het van mij? Hoort het van mij? Is het mijn buurt of mijn streek? Herken ik me daarin? En als we dat niet samen en met elkaar doen, ja, dan zijn mensen afgehaakt bij die ambitie. En komt er van die ambitie niks terecht. En ik geloof niet dat dat de uitkomst zou moeten zijn. Die opgaven zijn dus eigenlijk van hele grote betekenis en daar is dus sprake van hele grote ruimtelijke impact. Dat geldt voor alle vier. Hè. Als je de woningopgave, hij is natuurlijk de afgelopen tijd wat in het nieuws geweest, erbij pakt. 1 miljoen woningen bij een stedelijk gebied, ook dat heeft grote ruimtelijke implicaties. Waar doe je dat? Hoe doe je dat? Met wat voor kwaliteit doe je dat? En vooral ook, kan je dat met compacte dichtheid doen, zodat je ook de kwaliteit van het Nederlandse landschap behoudt. Onze stelling is, je zou eigenlijk altijd moeten beginnen met een goede ruimtelijke analyse. Simpelweg fact-finding. Hoe zit het in elkaar? Dat helpt enorm om het gesprek op een goede manier met elkaar te voeren. Vervolgens, en daar speelt natuurlijk de Rijksoverheid wel een hele belangrijke rol in, denk weer even aan dat klimaatakkoord, moet je ambities hebben en die moet je in heldere, inspirerende doelen neer durven zetten. Die ook echt richting geven. En let op wat ik zeg, richting geven. Dus niet per se bepalen, het moet zus en het zal zo. Nee, maar die richting geven,
zodat we met elkaar in staat zijn om adaptief die doelen ook in te vullen de komende 20, 30 jaar. En dat is nodig, want er zullen ongetwijfeld nieuwe ontdekkingen zijn om vraagstukken beter te pakken. Je doet niet alles in één keer, dat kan ook niet in één keer. Dat moet je ook helemaal niet willen. We zullen ook moeten leren van de fouten die we ongetwijfeld gaan maken. De verkeerde dingen doen, hoort er allemaal bij. En daarvoor is nodig adaptiviteit, maar dus wel op basis van inspirerende doelen en ook echt doelen die richting geven. Dat kan vervolgens, in mijn idee, eigenlijk alleen maar als je dat vervolgens handen en voeten geeft op regionale schaal. En dat betekent dat je coalities zal moeten sluiten, zoals hier zo mooi staat, allianties zal moeten maken. Met alle partijen die daar een hele belangrijke rol in hebben. Dat kunnen stakeholders zijn, dat kunnen belangrijke bedrijven zijn, maatschappelijk middenveld, maar ook vooral bewoners. En natuurlijk met de bestuurslagen die daarbij horen, gemeente, provincie, maar ook de Rijksoverheid. En uiteindelijk, als je dat helder hebt en met elkaar ook die partijen weet te verbinden die die doelen ook waar willen maken, ja, dan moet dat uiteindelijk toch echt gewoon leiden tot actie. Dan zullen we met elkaar dat landschap vertimmeren. En dat betekent dan ook echt daden en niet alleen maar woorden meer. Actiegerichte uitvoering is dan eigenlijk een hele belangrijke uitgangspunt. De Rijksoverheid speelt daar in mijn beleving een belangrijke rol bij. Een aantal van jullie zullen misschien denken, die Rijksoverheid, waar was die op de afgelopen jaren op het gebied van de ruimtelijke ordening? Nou, ver weg kan ik je verklappen. Dat heeft te maken met dat we een hele tijd een idee hebben gehad. We decentraliseren veel en zelf doen we niet zoveel meer. Dat is eigenlijk een heel merkwaardig standpunt. Want ook die nationale overheid, die heeft namelijk wel een hele grote verantwoordelijkheid. Eigenlijk in vier verschillende soorten van rollen. We hebben een verantwoordelijkheid voor het stelsel. Hè, de nieuwe omgevingswet. Die de, laten we zeggen, wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving regelt. Met alle instrumenten die daarbij horen. We staan ook voor een aantal nationale belangen die vastgeklikt zullen worden straks in die nationale omgevingsvisie. Daarbij moet je ervan uit durven gaan en kunnen gaan dat bijvoorbeeld de ruimtelijke vertaling van de energietransitie een nationaal belang wordt. Die nationale overheid die zal die nationale belangen inbrengen in die nationale omgevingsvisie en die ook vervolgens moeten borgen en hoe we dan vervolgens het land met elkaar inrichten. Maar die nationale overheid is er ook om partijen te verbinden. Om partijen te activeren op die inspirerende en richtinggevende doelen. Niet om een blauwdruk te maken en een plan van we doen het zo. Niet om achterover te leunen en te zeggen van nou het is gedecentraliseerd, we bemoeien ons er niet mee en we vinden niks. Nee, met eigen opvatting, gebaseerd op wat ik al zei, de geïnspireerde doelen en richtinggevende doelen. Regionale coalities maken, uitwerken op regionaal niveau. In een gebiedsuitwerking en mogelijkerwijs ook in sleutelprojecten. En daarbij is van essentiële betekenis, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen, dat we dat doen samen met anderen, met mensen zoals jullie die in die praktijk eigenlijk volop bezig zijn. Die aan die grote opgave allang aan het sleutelen zijn. Die tegen dingen oplopen, die soms ergens last van hebben, of iets opgeruimd zouden willen hebben waar de Rijksoverheid een rol in zou kunnen spelen. Juist ook om die grote opgave handen en voeten te geven. Dat is ook echt van betekenis, omdat we anders met elkaar niet het draagvlak kunnen creëren wat nodig is om die grote transities voor elkaar te krijgen. Vier rollen waar die nationale overheid eigenlijk een hele belangrijke rol in vervult. En daarbij speelt natuurlijk, wat ik al zei, die ruimtelijke ordening eigenlijk een heel essentieel belang. Eigenlijk een heel groot belang. Dat heeft te maken met wat we hier maar eventjes noemen de kwaliteitscriteria van de leefomgeving. Normaal gesproken zou je kunnen zeggen, mag je verwachten dat die opgaven niet altijd passen. Kijk, we werken natuurlijk altijd in dit land op een manier zodanig samen dat we zoveel mogelijk belangen willen laten samenvallen. Daar zijn we ook heel goed in overigens. Maar heel soms zal dat niet kunnen, dan botsen die belangen. Dan zal je uiteindelijk keuzes moeten maken. En dan gelden daarbij een aantal hele belangrijke kwaliteitscriteria, die ik hier maar even heb genoemd, de kwaliteitscriteria van de leefomgeving. De uitwerking van al die claims op de ruimte, die is per definitie, zeg ik maar even, integraal. En die moet ook zoveel mogelijk meervoudig. Dus wij proberen zoveel mogelijk functies te combineren. Dat op een slimme manier te doen. Zorg dat het goed past, dat het ook bij elkaar hoort. En nogmaals, soms zal het niet passen en dan is het aan de politiek.
om uiteindelijk een keuze te maken waar ze de prioriteit aan geven wat we wel doen en wat we niet doen. Want niet alles kan op dezelfde plek. Voor ons is het een heel belangrijk principe dat we niet afwentelen. Niet afwentelen naar de buren en niet afwentelen in de tijd. Dus geen problemen naar achteren schuiven, zodat de toekomstige generaties het probleem hebben. Maar ook niet naar de buren. Dat betekent ook dat de energietransitie en de verantwoordelijkheid die we daarvoor nemen, dat we die zelf moeten oplossen. Je kan ook zeggen, nou ja, we kopen duurzame energie in, we doen helemaal niks zelf. We halen alles bij de buren, dat kan ook. Dat zou niet mijn voorkeur zijn, overigens ook niet voorkeur van het kabinet, ook niet vorig kabinet, want die hebben al besloten dat we zelf die energieproductie ter hand nemen. Dat heeft nogmaals gezegd grote consequenties. Als uiteindelijk de keuzes zijn gemaakt in die nationale omgeving en die nationale omgevingsvisie, en we gaan dat ruimtelijk vertalen, ja, dan hebben wij ook ervoor te zorgen dat dat met een optimale ruimtelijke kwaliteit gebeurt. En ruimtelijke kwaliteit heb ik hier maar even genoemd, de optelsom van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Het zijn allemaal korte woorden, op zich kunnen we daar wat langer bij stilstaan, maar dat vergt ook wat meer tijd. Die heb ik niet gekregen van David, dus die slaan we even over. Daar kom ook vooral naar Leeuwarden, want dan gaan we daar wat meer op in. En dan hebben we daar het goede gesprek over, denk ik. En tot slot, en dat vind ik eigenlijk de meest essentiële ook voor vanavond. Ja, maximaal draagvlak en gedeelde verantwoordelijkheid. Waarom is die nou zo belangrijk? Ik gaf het al aan, hè? De ingrepen in de leefomgeving, ja, dat raakt mensen. In het hier en nu. Het raakt mensen hoe ze zich voelen. En Nederland doet het heel goed, hè? Als je naar internationale lijstjes kijkt op het gebied van leefbaarheid. Ja, dat heeft alles te maken met hoe wij met elkaar, met een zorgvuldigheid, ook met onze leefomgeving omgaan. Dat moeten we wel vast zien te houden. Want er zijn een deel van de goede gemeentes afgehaakt. Mensen die niet meer voelen, die omgeving is van ons. En wat daarin gebeurt is niet van mij en ik heb er niks mee. En dat is wel heel erg essentieel om die verbinding A te herstellen bij die mensen die hem niet meer hebben. Maar B, vooral ook om hem vast te houden met de mensen die die betrokkenheid nog wel hebben. En hij is essentieel, nogmaals, omdat die impact op de ruimte en hoe we ons land inrichten van die grote opgave echt enorm is. Maximale betrokkenheid van een ieder is daarbij eigenlijk essentieel. Daarom is dit gesprek ook zo belangrijk. Daarom is het ook zo belangrijk om wat we die systeemwereld in Den Haag noemen, waar over instrumenten nagedacht wordt, waar over beleid nagedacht wordt, te verbinden met wat gebeurt er nou echt in die samenleving? Wat hebben de mensen die met hun poot in de modder staan, om het maar zo te zeggen, waar lopen die nou echt tegenaan? Waar helpen we die nou echt mee vooruit? En hoe halen we de kennis die daar zit, hoe nutten we die nou samen maximaal uit, dat we ook samen een zo goed mogelijk beeld neer weten te zetten over hoe we dit land in willen richten? Dat is niet iets om van te schrikken en te denken van dat is een enorme ambitie, dat kunnen we heel goed, dat doen we al honderden jaren. We leven hier onder zeespiegelniveau. Nou, dat we droge voeten hebben en dat we dat land zo hebben ingericht, komt omdat we dat kunstje al honderden jaren met elkaar bedrijven. Soms vergeten we dat, hè, want je vergeet soms waar je goed aan bent. Dan willen we het er niet meer over hebben. Maar echt, we staan in die zin op een enorme traditie die vooral heel veel kennis en kunde met zich meegebracht heeft en inspiratie om die slag ook te maken. Een aantal jaren geleden hebben we een aantal mensen geïdentificeerd die in die grote opgave eigenlijk al lang aan het werk zijn. Die hebben we landmakers genoemd. En we hebben afgesproken, om de paar jaar halen we het net op en onderzoeken we. En in die tussentijd zijn we natuurlijk ook wel in gesprek, hè, maar dan zetten we dat even op een podium om eens goed te onderzoeken. Waar sta je nou? Wat ben je tegengekomen? Wat helpt nou of wat helpt nou juist niet? Dat houden we vol, even voor de goede orde. Dat doen we niet één keer. Hè. We gaan dat nu in Leeuwarden doen. Dat is nu nadat we gestart zijn 2 jaar geleden. Is dat het eerste grote moment. Nou, daar gaan we zo dadelijk veel meer over horen. Maar dat gaan we ook over 2 jaar doen bij IBA Parkstad. En we gaan dat 2 jaar later nog een keertje doen bij de Floriade in Almere. Dat betekent een lange adem. Want die systeemwereld, David, dat weet jij ook, die is buitengewoon taai. Die is heel moeilijk in beweging te krijgen. Die laat zich heel slecht inspireren door wat er in die samenleving gebeurt. Dat is niet goed. Ik kom gelukkig heel veel mensen tegen die daar verandering in willen brengen. Maar ik weet tegelijkertijd, het is een soort ingebakken fenomeen bij de Rijksoverheid, dat als je dat wil veranderen, moet je eigenlijk een hele lange adem hebben. En moet je met elkaar vol blijven houden. Dus ik daag jullie ook uit, haak niet af. Jullie zullen ongetwijfeld een heleboel dingen roepen waar niet naar geluisterd wordt, zeg ik er ook gelijk bij. Niet afhaken, door blijven gaan.
Want samen richten we dat land in. En dat kan alleen maar met jullie kennis en kunde en inspiratie. En dan gaan we nu luisteren naar wat dat strakjes in Leeuwarden gaat worden. Dat moet zo nieuwsgierig zijn dat jullie allemaal strakjes ook naar Leeuwarden komen en naar de tentoonstelling gaan. Veel dank, Hans. Maarten, denk ik, hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen vragen hebben. Houd die nog even vast. We gaan er zeg maar, dadelijk uitgebreid op terugkomen. Maar eerst krijgen we nu toch echt een inkijkje in de visie van Places of Hope. Maarten Haaier. Take it away. Oké, dames en heren. Het is een rare tijd. Want we kunnen niet over deze vraagstukken praten die Hans hier met veel vuur en vlam over het voetlicht bracht, zonder ons te realiseren hoe precair de positie van de politiek is op dit moment. We hebben niet meer de legitimiteit om grote ingrepen te doen. En we hoorden er net krankzinnige opgaven. En ik geloof eigenlijk dat we alleen maar het goed kunnen doen als we veel meer uitzoomen, veel dieper durven denken over wat er moet gebeuren en met veel meer andere mensen. Dus wat Hans presenteerde is echt het maximaal moedige in die systeemwereld. Ik waardeer dat verhaal ook waanzinnig, want ik weet hoe moeilijk het is om in die Haagse wereld dit soort verhalen te vertellen. En wat wij moeten en willen doen in Leeuwarden is wezenlijk een stap daaroverheen gaan. Omdat wij denken dat het gaat over een culturele opgave. Dus er ligt een soort technocratisch probleem in de ruimtelijke ordening. Dat is inherent in de ruimtelijke ordening. De taal van de ruimtelijke ordening die spreekt niet altijd iedereen aan. Dat is de taal van de statistiek, waarin de wetenschap precies zegt hoe het zit. Maar dat is niet de taal waarin mensen iets voelen. En dan kun je dus wel zeggen, we moeten 1 miljoen nieuwe woningen bouwen. Dat kunnen we uitrekenen. De demografie zegt dat we steeds minder mensen per woning hebben. Er zijn steeds meer mensen, enzovoort, enzovoort. Dus er is een enorme opgave. En we zeggen, ja, dat moet wel over die grens van die stad heen, want anders krijgen we ze niet weg. We moeten bouwen in het groen. En dan zeggen we, dan moet het ook nog aardgasvrij zijn. Maar ik vraag me dan af, ik vraag me van alles af, maar dit is toch helemaal niet wat mijn vraag was. Ik denk niet dat we er hiermee komen. Dus die opgave die is er, die ligt er, maar die moeten we gewoon even naar achter zetten. We moeten naar achter zetten dat dit soort dingen moeten gebeuren. En we moeten uit die routine, want dat is de grote tragiek van dit succesvolle land, dat we al die opgaven die we ons de afgelopen tijd hebben gesteld, dat we wel zo'n beetje weten hoe we die aanpakken. En dit jaar, waarin het land een novi wil schrijven, een nieuwe omgevingsvisie, het mogen niet meer nota's heten, er zullen misschien niet eens kaarten in mogen staan, er wordt allemaal rare, ondergrondelijke strijd wordt daar in Den Haag gevoerd. De overheid heeft zichzelf met de armen op de rug gebonden. Ze heeft alles gedecentraliseerd. Ze zegt dat er 1 miljoen woningen moeten komen. Maar ze mag niet zeggen waar die moeten komen. Zo'n land leven wij. En dat is het gevaar van de routines. We moeten radicaal uit die routines breken als we willen dat we die opgave die we allemaal wel delen, dat we die voor elkaar krijgen. Maar dit is de routine van elites die zich laat fotograferen met akkoorden. Die zegt, we hebben in Parijs een akkoord en we hebben het doorvertaald. We hebben een nationale Green Deal aardgasvrije wijken. De minister-president dacht, dit is een succes, ik ga erbij staan. Dit is ook mijn feestje. En toen dacht iedereen, ja, maar dat is leuk, daar wil ik ook bij staan. Ik ga er ook bij staan. En we gaan we met allemaal dezelfde mensen gaan we akkoorden sluiten om dit te doen. Beste mensen, dat is hartstikke goed bedoeld, maar dat is bij lange na niet het type politiek wat je nodig hebt als je dit echt voor elkaar wil krijgen. Het gaat om ons. Het gaat om wie wij zijn, wie we willen zijn. Wat voor een land, hoe we willen samenleven. En dat staat daar niet. Sectoraal beleid, het idee dat het om gasvrij gaat, ik begrijp het niet. Waarom denken we dat je daar de wereld mee gaat redden? Dat gaat niet lukken.
Want ik krijg daar geen zin in de toekomst van. Ik krijg niet zin in de toekomst als iets gasvrij moet zijn. Ja, wat is dat voor een ideaal? 1 miljoen woningen, daar word ik niet warm van, dat is een aantal. We moeten eigenlijk weer durven doen waar die planologie voor bedoeld is. Betere samenleving maken. Een samenleving waar je naartoe wilt. Want het probleem in onze samenleving is dat we veel te veel macht hebben gegeven aan mensen die de zekerheden zoeken in het verleden. Die zeggen dat het goede terug moet komen. Dat het goede moet worden behouden. Waarom? Omdat wij helemaal falen in het succesvol over het voetlicht brengen van alternatieven. Het efficiënter maken, het woord heb ik zo'n hekel aan. Het efficiënter maken van het bestaande, dat gaat echt niet werken. Je kunt niet binnen de bestaande routines dit aan. Dat is een illusie. Er is geen enkele goede wetenschapper die zal zeggen dat je met dezelfde waarde precies dat gaat realiseren wat het Rijk zich ten doel heeft gesteld. Denkt u nou echt dat we allemaal kunnen blijven vliegen 3 keer per jaar naar verre bestemmingen? Denk je dat nou echt? Dat kan natuurlijk helemaal niet. We hebben dat hele vliegen gewoon buiten al die akkoorden geplaatst. Maar dat vliegen, dat stijgt exponentieel. En het PBL die laat dat precies iedere keer zien. Gaan we er wat aan doen of niet? Het is wel een eerlijke vraag. Hè? En het voortdurend overleggen en elkaar successen geven. Van we zitten met diezelfde elite. Dat ondermijnt de legitimiteit. Want als inderdaad overal windmolens moeten komen staan, als iedereen van het gas af moet, als overal biogas en vergisting moet komen, hoe gaan we dat doen als mensen dat niet zelf zien als hun project, hun toekomst, waar zij beter van worden, waar zij meer geld van krijgen, meer welvaart, meer geluk. Over dat soort termen moeten we het gaan hebben. En daar gaat Places of Hope over. Want Places of Hope heeft zich de niet geringe doelstelling gesteld. Wij willen weer zin hebben, zin in de toekomst. En dus gaan we zo min mogelijk uitleggen. We gaan zo min mogelijk uitleggen. Er zitten hele kleine bordjes bij waar staat wat zo'n beetje de bedoeling is. Maar we willen dat u hem gaat voelen, deze tentoonstelling. Dat u hem gaat horen, dat u hem gaat zien. Dat die zintuigen weer worden benut. Dat u uw schoenen uittrekt. Dat u over het wat gaat lopen. En dat u het ruikt, dat zeewier. Dat willen we eigenlijk, dat gevoel. Want we geloven dat daar die oplossing ligt. Niet in die statistiek en niet in die elite. Die elkaar met een boeventaaltje de bal aan het toespelen is. We staan voor een krankzinnige cultuurpolitieke opgave. Die in orde grootte te vergelijken is met de wederopbouw. En dat is ironisch. Want die wederopbouw is precies toen we alles hebben gedaan wat nu bij nader inzien niet klopt. Dat is toch wel heel merkwaardig. Die wederopbouw was een fantastische, krankzinnige opgave die we hebben voor elkaar gekregen. Maar met een politiek systeem van de SER, waarbij we de Sociaal-Economische Raad en de samenwerking tussen de top van het bedrijfsleven, de arbeidersklasse en de partijen, die kon allemaal elkaars hand vasthouden. Maar dat hele systeem, die hele steun, die hebben we niet meer. Dus we moeten nu nadenken hoe we over het nieuwe Nederland kunnen praten op een manier die zelf zijn legitimiteit organiseert. Want er zullen heel veel mensen zeggen, ik wil dit helemaal niet. En dan moeten we misschien de zaak veel vaker op zijn kop zetten. En durven om ook eens naar een tentoonstelling te gaan waar niet direct een oplossing verbeeld is. Maar misschien veel meer de bedoeling is om een mindset te veranderen. Om een gevoel te geven van misschien wil ik daar nog eens heen. Misschien wil ik eens in die context van die tentoonstelling ook doorpraten. Gewoon een gesprek waarvan ik niet weet waar het naartoe gaat. Omdat ik geloof dat in die andere setting misschien we iets anders op het spoor kunnen komen. Die culturele verandering is onze overtuiging van Michiel en mij. Die moet van onderop komen. Want dat vond ik nou weer interessant vanochtend in de Trouw stond. Dat statiegeld, wat dus de beleidselite in Den Haag niet voor elkaar krijgt, dat is eigenlijk nu die gemeente en die burgers zeggen, jongens, kom nou verdomme een keertje met dat statiegeld. We kunnen toch niet blijven praten over een plastic probleem, verduren met plaatjes over soep op de Bali-stranden, waar de beleidselite door de flesjes moet waden. Nee, je moet op een gegeven moment gewoon de macht van die
van die bedrijven doorbreken. En dat gebeurt dus karakteristiek van onder. Kaas Schippers is een dichter die dichtte eens: als je om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is. En dat vind ik een mooi idee, want eigenlijk is er ook een tragiek van de planologie dat je vaak denkt dat er een grote oplossing is. Hè? En een van de dingen die wij eigenlijk zouden willen laten zien is dat het een heel geschakeerd veld is. Met mensen met een oplossing voor een aspect. Niet een doorgerekende oplossing, maar met interessante dingen die je stimuleren. En ik zou hopen dat we iets kunnen doen, misschien in eerste instantie alleen in het doorbreken van de normaliteit. Dus dat we zien wat nu normaal is, dat we zien dat dat eigenlijk absurd is. En dat al die mensen die denken, ja, die tijl van het ministerie, die kan dat wel willen, maar hij neemt mij iets af. Dat mensen gaan zien van, ja, maar wacht even, dat is helemaal niet logisch dat we denken over de toekomst als iets wat ons wordt afgenomen. Want is dat nou werkelijk dat we op het toppunt van de beschaving leven? Waar komt dat gevoel eigenlijk vandaan? Is het niet veel voor de hand liggende om te denken, dit is raar dat wij naar de supermarkt gaan en dat we daar dus en masse precies hetzelfde kopen, omdat dat in de bonus is. En alles is dus in plastic verpakt. Hè. Dus dit is waar mensen zeggen, ja, ik heb zin in makreel, weet je wel. En ik denk dat dus onze kleinkinderen zeggen, ja, dat was toch wel gek. Dat vonden jullie dus normaal, dat je dat zo kocht. Of dat dus water, hè. Dus ook een tragiek van water. We hebben dus in Nederland een prachtige publieke dienstvoorziening. We hebben het beste drinkwater van de wereld. Maar er zijn dus allemaal mensen die kopen dat dus in plastic flesjes. En voor het geval dat dat dus uit elkaar valt, hebben we dat nog een keer extra gezield. Hè? En dat is heel erg, zeggen we ook, dat plastic, dat komt allemaal in het milieu. Ja, amhoela. Hè? Maar dit is dus de cultuur waar we in zitten. Maar dat is niet normaal. Dat is een cultuur waar we achteraf van zullen zeggen, dat was gek. En we zullen er vanaf moeten, want er zit dus allemaal natuurlijk ook heel veel olie in. En misschien nog grappiger eigenlijk, is dus het idee dus dat wij ook in een cultuur zitten waarbij we dus blikjes maken waar je dus eten in stopt. Dat blijft ook een mateloos fascinerend gedachte, dat je dus, je eet dus niet verse dingen, maar je stopt ze dus echt heel goed in een blikje. En dat kan je dan in water, kun je dat bij de supermarkt kopen. Maar dit is altijd wel het overtreffende, hè, plaatje. Dus er zijn dus mensen die gaan één keer per maand naar de beste slager die ze kennen. En daar laten ze dan voor een hele maand laten ze hun vlees vacuüm trekken. En dat stoppen ze dan in de vriezer. En dan een hele maand lang eten ze dus dat hele lekkere vlees. En ik denk, ik heb straks een kleinkind op schoot zitten en die zegt, was dat echt waar? Dat jullie dachten dat dat kwaliteit was. En dan moet ik dat hele verhaal uitleggen. Het was een rare tijd. Het was een tijd waarin we niet ons konden voorstellen dat de toekomst beter werd. En het was een tijd waarin er dus een paar mensen in Nederland ook bepaalden wat wij aten. Dus 80% van wat wij aten werd voorspeld door die grootgutters die dat programmeerden. En we gaven ook al die data aan die grootgutters. Want dat vonden we bonus. Dus ik denk dat niet klopt. En dan loop je nog een pad in en daar staat dus het dierenvoedsel. En wist u dat dus de huisdieren in Amerika, dat die meer vlees eten dan de hele Franse bevolking? Wist u dat? Dus de Fransen, die eten dus veel meer vlees dan wij. Die eten minder vlees dan de Amerikaanse huisdieren. Is dat, zeg je dan, nou nee, dat was het toppunt van beschaving. Wij waren echt, het was zo geweldig. We konden ons niet voorstellen dat het beter werd. Dat is toch absurd? Hoe breken we uit dat frame? Waarom denken we dat dat normaal is? Waarom denken we dat? Hoe kan het zijn dat het voedsel wat we verspillen, dat is als het een land was, het voedsel wat we verspilden, dan was het op het 2 na grootste uitstoten van broeikasgassen naar China en de Verenigde Staten. Het voedsel wat we verspillen in de wereld, dat is onze beschaving. Dat is bizar.
En dat kun je eigenlijk uitdrukken als je een soort gepassioneerde gek uit Utrecht vraagt. Of als je een Chinese ontwerper vraagt die zegt, ik heb gewoon in een aantal rivieren monsters genomen over de waterkwaliteit. En daar heb ik ijsjes van gemaakt. He? En dan ga je dus door. En al die rivieren ga je af. En dan zie je dus, zo beschaafd zijn wij al. He? Dus die cultuur die heeft die kracht om af en toe die absurditeit van dat heden neer te zetten. Dus ik denk dat we eraan moeten wennen. Dat we best een stap verder kunnen. Dat wij dit land en ons leven veel beter kunnen vormgeven. Dat we een beetje weer vertrouwen krijgen dat dit inderdaad niet optimaal is zoals we dat nu doen. We koken over 5 jaar misschien niet meer op gas. Eten we nog rood vlees? Nou, als we de doelstellingen willen halen, in ieder geval een stuk minder. Gaan we onze eigen energie opwekken of gaan we het allemaal uitbesteden aan Google? Die keuze moeten we nog wel maken. Hè? Er is geen vanzelfsprekend scenario ergens naartoe. Er zijn ook allerlei bedrijven die heel erg graag onze toekomst voor ons willen denken. Maar misschien zijn er ook wel mensen die zeggen, ik vind het hier in die Randstad maar een drukke bedoeling en bovendien erg duur. Kan ik niet gewoon eens per week naar die Randstad en in Drenthe wonen? Dat zijn dingen die misschien wel weer heel veel ruimte geven aan ons, aan onze discussie. We moeten dus die blikverruiming echt te hand nemen. En praten over vragen, hoe willen wij samenleven? Ik geloof dat dat een aanzet is die we willen geven op Places of Hope. We moeten dus niet over gasvrij hebben, maar we moeten nadenken, wat willen we nog meer? Hoe willen we eigenlijk samenleven? Kijk, dit was die wederopbouwtijd. Toen hadden we een demonstratie waarbij de huisvrouwen op de Dam liepen en zeiden, waar blijft ons vlees? He? Dus dat was toen en nu zijn we dus een slag verder gekomen. Toen had je ook cultuurpolitiek en dat is heel erg leuk als je dit gaat lezen, dat komt allemaal in de tentoonstelling. Maar er staat dus ook, je mag geen. We hadden ook cultuurpolitiek, het nieuwe wonen. En dat was dus geïntegreerd architectuur en meubels en de stedenbouw was allemaal bij elkaar. Koop geen lampenkappen die gekleurd licht geven. Valse romantiek. Foei. Hè? Dus wij zijn ook van de cultuurpolitiek, maar niet per se met dat type paternalisme. Dus de culturele expressie van de mensen die eigenlijk vroegtijdig hebben gezegd, dit klopt niet. Zullen we misschien een beetje meer waardering geven voor al die mensen die keihard hebben geknokt tegen wat toen gangbaar was. Die allemaal gearresteerd werden als provo's, omdat ze om het lievertje liepen te roepen. Werden gearresteerd door de politie. Hè. Zoals nu, denk ik dan, in het Van Gogh Museum. Mensen worden gearresteerd omdat ze zich met olie overgieten. Foei, foei, foei. Ja, omdat die dus kennelijk beet hebben. Daarom word je gearresteerd. Maar die hele vraag van, denk na wie die activisten zijn en waardeer ook dat conflict. Niet alleen, trek je niet terug in die cocon van het beleid, maar zoek juist ook die anderen op die andere stemmen hebben, die vaak landmakers zijn of landmakers zijn zonder dat ze dat label überhaupt kennen. Wij gaan niet over bouw in het groen of bouw in de stad, maar het ligt voor de hand te denken dat we die stad beter kunnen maken, groener kunnen maken, leefbaarder kunnen maken. We kunnen misschien wel afstappen van zoiets als het heen en weer rijden op dagelijkse basis. Daar is alle verkeersplanologie op geënt. Maar waarom zouden we niet zeggen wonen in Drenthe en werken in de Randstad als je op de basis van een week leeft? Dan zijn er hele andere perspectieven ook voor andere provincies. Kunnen we die stad groener, leuker, beter, mooier en rechtvaardiger maken? Dat zijn woorden die we eigenlijk heel graag in de set willen hebben. En we roepen ook op om meer aandacht te hebben voor de wijk. Want die wijken, die duizend of die miljoen woningen, die zou ook heel goed kunnen binnen de stad, als we die gebieden die nu nog zijn, als we die echt heel zorgvuldig invullen. En daar is ook toch een beetje de angst dat we dat heel goed gaan doen op die gebieden die makkelijk zijn, zeg maar de oude industrieterreinen, en dat we dat helemaal niet doen op die terreinen waar de problemen zitten. Dus dat je straks de flatwijk, dus dat je straks fantastische groene enclaves hebt in de Merwedekanaal en op de Binkhorst, maar dat we Den Haag Zuidwest hebben laten liggen en andere flatwijken uit de jaren 60, dat we die misschien gasvrij hebben gemaakt. Hè? Om even aan te geven, dat kan de ambitie niet zijn. We moeten juist daar ook al die andere dingen willen realiseren.
Dit is een belangrijk plaatje voor ons, want wij geloven ook niet dat je nog kan praten over de triomf van de stad. Ik vind dat een rare discussie. Amsterdam hier beneden, die zit dus weer lekker navel te staren. Over, het is wat. Maar die stad heeft dus wel alleen zo groot kunnen worden door eerst het hout van Nederland af te halen, daarna het turf, daarna de kolen, het olie en het gas. En waar kwam dat vandaan? Dat kwam natuurlijk nooit onder Amsterdam vandaan. Dus je moet wel echt een beetje zien hoe die twee velden met elkaar te maken hebben. En Hans zegt het net, als we hernieuwbaar willen zijn, denken er echt Amsterdammers dat het met die paar daken, dat je eruit komt? Nee. Maar het beleid kan het verschil maken. Want als het beleid zou zeggen dat die zonnepanelen die in Groningen en in Friesland en in Drenthe straks liggen, dat dat goed moet zijn voor de mensen daar. En dat we niet toestaan dat er een regime komt waardoor daar energie wordt opgewekt voor anderen, zonder dat die regio er beter van wordt. Ik denk even aan de aardbevingsschande van Groningen. Kijk, dan faalt het beleid. Het beleid kan nu zorgen dat je mensen een wezenlijk betere toekomst maakt. Maar dan zijn dit soort plaatjes uit de jaren 20 heel erg van belang. Geen stad zonder land. Ik rond af. De overheid, wat ons betreft, moet participeren in die samenleving. En daar hebben we andere plekken nodig voor discussie. Waar niemand beschuldigend naar elkaar moet zijn. Laten we gewoon die toekomst verkennen. Want beleidsmakers zijn, net als wij, hele gewone mensen met idealen. En die zich er keihard voor maken. Maar wat zou het mooi zijn, dat zou mijn ideaal zijn, als wij daar in Leeuwarden een ruimte hebben, een veilige ruimte, om al die andere gesprekken en wilde ideeën eens te beproeven. Gewoon daar eens een tijdje te blijven, misschien wel een nachtje over te blijven en de volgende dag door te praten. Misschien wel, heel griezelig, naar het wat te gaan om te kijken wat daar zou kunnen gebeuren met Sense of Place. Het idee dat die Waddeneilanden die economisch zo goed gaan, dat die aan de zuidkant, op die en onder die dijk ook goed zouden gaan. Dat die economie zich kan verdubbelen. Dat zijn dingen die we ook op die tentoonstelling willen hebben. Of het hele idee dat je goed kan wonen in de oude industriegebieden, in dit geval in Utrecht. Maar zo zijn er allemaal van dat soort projecten die we etaleren. Niet natuurlijk met het idee van welvaartsvermeerdering, want wie zit daar nou nog op te wachten? Maar wel met het idee van welvaartsverbetering, van beter samenleven met elkaar. Investerend in regionale verhalen, want ik denk dat dat een middel is tegen populisme. Dat mensen horen, ja, ik herken me in dit verhaal. Ik woon in Noord-Limburg, dit is mijn verhaal, dit is mijn toekomst. En dat is niet een verhaal wat verzonnen wordt voor anderen, voor mensen, maar wat wordt ontwikkeld met mensen. De burgers voelen zich door de politiek verlaten. De planologie zou misschien wat instrumenten hebben om daar wat aan te doen. En de omgevingsvisies zijn als kans. Want als we het niet doen, is het domweg een bedreiging. Places of Hope, daar heb ik in ieder geval zin in. Ik hoop u allemaal te zien vanaf 4 april in Leeuwarden. Dank u voor uw aandacht. Veel dank, Maarten. Veel dank. Veel dank. Ja, dit wordt toch wel interessant daar in Leeuwarden. Volgens mij moeten we daar met z'n allen naartoe. Maar ik ben heel benieuwd, zeg maar, u was een aantal vragen aan Hans en aan Maarten. Maar eerst even een beetje gevoel krijgen van wie eigenlijk wij hier zijn. Want we hebben het net een beetje, zo expres wat aangezet. We hebben die systeemwereld, we hebben die leefwereld. Wie voelt zich heel erg betrokken bij de leefwereld? Nou, niet iedereen hoor, dat valt me wel op, dat is leuk. En wie, zeg maar, wie meer met die systeemwereld, de beleidselite, wie voelt zich daar... En eerlijk zijn, hè? Als je er gewoon eentje bent, dan ben je er eentje. Ja, nee, precies. Maar dat zijn er toch maar een paar. En wat... Beide, ja, precies. Eigenlijk, ik denk niet dat je bij de beleidselite kunt horen zonder ook stiekem er ook gewoon, hè, je eigen leefwereld te koesteren en daar in te willen investeren. En wie hoort er bij een wereld die helemaal niet ter sprake is gekomen nog? Ja, want het lijkt net alsof het allemaal zo simpel is. Je hebt de beleidswereld en je hebt de leefwereld. Maar nee, het is gewoon zo simpel. Nee, die zijn hier niet. Nee, precies. Wie heeft er een prangende vraag? Want we gaan daar natuurlijk ook even door die gordijnen kijken van Michiel en naar de tentoonstelling zelf. Maar wie heeft er een prangende vraag nu al, voordat we nog wat langer de tijd hebben voor discussie, een prangende vraag aan Hans of aan Maarten? Zeg even wie je bent en wat je vraag is. Ik ben Ed Dammers van het Planbureau over de Leefomgeving. En ik heb een vraag aan Hans. In hoeverre de zee ook deel uitmaakt van het systeem waar je in leeft. Dat, zeker met de energieopgave, die is natuurlijk enorm, maar er zijn ook grote plannen om heel veel wind op zee en ook zonne-energie op zee. Ja. Doet de zee mee met onder andere bijvoorbeeld de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie?
Zeker, zeker. Die ruimte in de zee is op zijn minst net zo belangrijk als je die energietransitie echt handen en voeten wil geven. Bovendien biedt het een geweldige gelegenheid om de ecologie van de zee eigenlijk te herstellen. Blijkt namelijk daar waar je windmolens zet, waar niet gevaren kan worden, dat die hele zee tot rust komt. Dan komen weer visjes terug, de planten komen weer terug. Tot op zekere hoogte, er zitten ook wel weer omslagpunten in. Maar laten we zeggen, daar zit wel winst te behalen als je die Noordzee goed uitnut voor die energietransitie. Dus de zee doet mee, ik geloof het hele continentaal plat. De eilanden in de Caribische Zee niet trouwens, volgens mij. Daar moet weer apart iets voor worden bedacht. Maar wie heeft nog andere prangende vraag? Ja. In hoeverre kijken jullie naar het geheel, naar de toekomst? Zoals we nu leven in de internettijd, de internetimpuls. En dat vergelijken met zoals de impuls was 100 jaar geleden met de auto, de radio, die toen de Twee Wereldoorlogen heeft veroorzaakt. En hoe we nu kijken van ja, internet geeft kleinere wereld, grotere wereld. Ja, dat is misschien. Ik kwam ook net later van beneden, maar dat al zeiden, sorry. Ja. En even, wie ben je? Wart van Riel. Oké. Okay. Ja, dit is een vraag jou op zich op het lijf gezet. Ik neem aan dat hij voor Hans is. Ja. Nou. Want jij hebt natuurlijk een persoonlijke fascinatie voor juist ook die techniek. Dus kun je hier iets zinnigs over zeggen? Nou, ik vond het wel een moeilijke vraag. Nou ja, ik interpreteer, zeg maar, we hebben het nu vaak over zeg maar de paardenvijg van de 21ste eeuw. Weet je, vroeger dachten wij, een eeuw geleden, oh jee, er komen alsmaar meer auto's bij, koetsen bij en paarden. En over een paar jaar, echt snel, 10, 15 jaar, dan ligt de stront zeg maar, tot aan de eerste verdieping. Dat was echt een serieus probleem toen. En vervolgens kwam de auto en lag er nergens meer poep. Nou, de kans is natuurlijk zo dat we, als we nu niet snappen hoe techniek zich ontwikkelt, dat we eigenlijk in dezelfde valkuil trappen. En dat we dus eigenlijk ons richten op de techniek van vandaag. En misschien wel aan de verkeerde problemen werken. Zo heb ik hem geïnterpreteerd. Ja, dus werk je aan de paardenvijg van 21ste eeuw of aan de echte problemen? Helemaal open vraag. Aan de paardenvijg? Nee, ja, dat is aan beide. Kijk die hele technologie. Kijk, ik geloof dat we in een transitie zitten als het gaat in, als je kijkt naar hoe de geschiedenis beweegt, hè, en wat er eigenlijk grote fases zijn waarin je de boel op zijn kop zet. Bij iedere nieuwe fase hoort eigenlijk nieuwe infrastructuur, zou je kunnen zeggen. Dus digitale infrastructuur, hoe wij omgaan met informatietechnologie, zal zeker voor de fase die voor ons ligt een buitengewoon betekenisvoller zijn. Dat is die al en wordt het alleen maar meer en meer. Maar dat is niet een automatisme, maar daarmee is het goed. Want diezelfde informatietechnologie, die verbruikt een hoeveelheid energie waar je maar koud van wordt. Dus dat roept gelijk een heleboel andere problemen ook, brengt het met zich mee. Maar laten we zeggen, informatietechnologie uitnutten om nieuwe verbindingen te maken. Om mensen met elkaar te verbinden. Het idee van Maarten dat je zegt, ik woon in Drenthe en ik werk in de stad. Ja, dat is een idee wat mij in ieder geval heel erg aanspreekt. En als mogelijk toekomstperspectief, maar wat mede mogelijk gemaakt wordt. Als je natuurlijk hele goede communicatietechnologie hebt. En wat voor vorm dan ook. Ja. Dus een deel van die omgevingsvisie zal ook daar, wat mij betreft, over moeten gaan. Oh, zo is maar de vraag, hè, want hier heb je typisch een voorbeeld dat gevestigde partijen, daar heb ik het heel simpel over zeggen, een KPN, om het even een beetje bij de naam te noemen, zeggen tot het bot toe zullen verzetten, over wat voor soort vernieuwing dan ook. Want ze hebben twee netwerken waar ze goudgeld aan verdienen. En iedere vorm van vernieuwing, die wordt tegengehouden. Ook nieuwe diensten, hè, hoe je als burger zelf je eigen informatievoorziening kunt organiseren. Oké, dankjewel. Dus dat is hem, dat is het antwoord. Maar ik neem in ieder geval mee dat het dus adaptief plannen belangrijk is en ook wel degelijk kan met de informatiesysteem. We hebben nog tijd voor één vraag aan Maarten. Ja? Wie bent u? Hallo, mijn naam is Dennis Kutso. Ik ben documentair filmmaker en fotograaf voor architectuur en landschap. Oké. Nou, de vraag dat volgens mij wij aan iedereen moeten stellen aan de overheid is, hoe duurzaam is duurzaam? In de zin, als we willen implementeren zonnepanelen, windmolen, wat gebeurt als die kapot gaan? Want we hebben over enorme grote aantallen. Niet voor niks de fotocover van rapporten van Planbureau voor de Leefomgeving was een foto met een speelpark gemaakt met die windmolenwieken. Dat is een foto van mij. Dus laten we ook denken. Ja, laten wij ook denken, oké, wij hebben zoveel zonnepanelen nodig,
Maar we moeten ook de mentaliteit creëren waar de industrie de verantwoordelijk neemt om die dingen af te breken. En, even dan, zeg maar, dan de vraag aan Maarten. Hoe duurzaam is duurzaam? Dit is wel bijna een filosofische vraag, Maarten. Dit vind ik wel iets voor jou. Hoe duurzaam is duurzaam en is zeg maar het hele circulaire denken ook onderdeel van Place of Hope? Nou, ik vind het wel indrukwekkend wat in Friesland gebeurt op het gebied van circulaire economie. Dus dat is wel in die zin een onderdeel van. We proberen ook die tentoonstelling bijvoorbeeld zelf zoveel mogelijk met oudere materialen te maken. Maar weet je, de tragiek is dat we weten dat we nu generaties spullen neerzetten die ingehaald gaan worden door iets nieuws. Dus je probeert dat zoveel mogelijk te beperken. Kijk, de wetenschap heeft echt wel aangetoond dat het moeilijkste te voorspellen is technologische ontwikkeling. Dus dat kunnen we het minst goed. Maar we weten ook, uit bijvoorbeeld Carlota Perez heeft laten zien dat je golven hebt waarbij dus eerst een technologische vernieuwing komt. Bijvoorbeeld dus nu de ICT. En die wacht zo ongeveer 20 jaar met een dominant toepassingsveld. En haar speculatie is dat de vergroening van de economie het dominante toepassingsveld is. Maar nou komt het. Dan moet de overheid daarin op gaan treden. Dus nu zie je eigenlijk een ongereguleerde tijd van ICT. Dan worden die techbedrijven gigantisch rijk. Maar nu komt de politiek terug in haar analyse. En die gaat zeggen, nee, we willen nu dat het aan een aantal doelstellingen gaat voldoen. De vergroening moet het dienen. En ik zou zeggen, de sociale inclusiviteit van de samenleving ook. Daar is de politiek voor. En dat is wat zij zegt, dat zou kunnen helpen bij het vergroenen met de laatste technologische middelen. Maar dus in ieder geval ook hierbij een heldere oproep aan ook juist weer die systeemwereld, om dat wel ook die lange lijn in gang te zetten. Veel dank voor nu. Michiel, we hebben daar nog tijd. Michiel, zou jij ons kunnen meenemen in een eerste sneak preview van de tentoonstelling Places of Hope? Ik doe mijn best. Na dat retorisch geweld van Maarten en Hans, kijken of ik jullie kan verleiden met wat beelden. We daar geloven namelijk in. Ik denk dat dat belangrijk is om nog een keer te benadrukken. Dus het wordt een tentoonstelling met zo min mogelijk tekst. Dus ook in mijn korte presentaties bijna geen tekst, veel beeld. Het begint hiermee, er is al een website. Ook goed om te melden, we doen dit met een heel team. Koehorst in het veld is de ontwerper van de grafische stijl. Dat zie je hier, dit is een van die Places of Hope. Een van de landmakersprojecten, de Marker Wadden, wordt op dit moment gebouwd. Logo. En dat brengt ons bij de plek waar het logo ook aan ontleend is. De kanselarij, voor wie dat niet kent, midden in het hart van Leeuwarden aan de Turfmarkt, what's in a name, dus de plek waar ooit de turf de stad binnen werd gebracht om vervolgens verbrand te worden. Daar laten wij zien hoe de transitie vorm kan krijgen. Achter deze gevel, waar dus dit woord op komt. En dit is het enige ingewikkelde plaatje, hoop ik, maar dat laat vooral zien dat het een hele grote tentoonstelling is. Met heel veel zalen waar je uren doorheen kan dwalen en ik licht er nu 3 uit. Te beginnen in het entreegebied. Je moet eerst een tunnel door. Het lag erg voor de hand om mensen een tijdreis te laten maken. Dus we beginnen in de 20e eeuw. De naoorlogse periode, periode van wederopbouw, ook een periode van hoop, monterheid. Met elkaar aan de slag, schouders te onderzetten. En dat doen we met 2 verhaallijnen. Links komt een wand met posters. Die halen we overal vandaan. Onder andere van de vader van Maarten. Verwoed verzamelaar, een activist denk ik ook uit die tijd. Maar ook uit het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Originele reproducties die vooral laten zien hoe we in de voorbije decennia, sommige van jullie waren erbij, hoe we van ons hebben laten horen en alternatieven hebben voorgesteld. Via pamfletten, posters, allerlei visualisaties. En wat je dan ziet, heel interessant, bijvoorbeeld dit. Dat door de tijd heen bepaalde beelden terug blijven keren of samengevoegd worden. Nee tegen boren op Ameland. Met waar ik dan zeg maar op het toneel kwam, tegen de kernraketten. En dat is samengevoegd nu. Het is een hele actuele poster. Hangt ook bij mij in de buurt, grappig genoeg. Gasvrij Terschelling. Dus dat soort verbanden willen we laten zien. Maar ook vooral jullie inspireren om misschien zelf van je te laten horen. Dus dat ziet er zo ongeveer uit. Hè? De witte fiets kennen we. En is de OV-fiets daar dan misschien wel een indirect gevolg van? Dus dat ideaal van toen, is dat misschien nu wel de werkelijkheid? Aan de andere kant, op de andere muur,
zien we niet het verhaal, zeg maar, vanuit ons, van onderaf, door de mensen in de buurt, in de steden. Maar daar hoor je eigenlijk meer de formele geschiedsvertelling, hoe wij het land hebben omgegooid na de oorlog en hebben opgebouwd. En daar laten we archiefbeelden zien uit Beeld en Geluid, waaronder dit filmpje. En ik hoop dat het jullie inspireert. In het ondergrondse buizennet van Hilversum zal het stadsgas geleidelijk plaatsmaken voor aardgas. Burgemeester Boot heeft met het ontsteken van een fakkel deze primeur in het westen van ons land symbolisch gemarkeerd. Voor de overschakeling is Hilversum verdeeld in 42 wijken. Binnen een jaar hoopt men alle wijken op aardgas te hebben aangesloten. Maar dat brengt grote problemen met zich mee. Omdat aardgas onder een hogere druk staat dan stadsgas, waardoor de vlam op een normaal toestel van de brander zou worden weggeblazen, moeten alle gastoestellen worden omgebouwd om ze voor aardgas geschikt te maken. Indien dat mogelijk is, geschiet de vervanging van de branders aan huis. Dat is bij moderne gijzers vaak het geval. Maar de fornuizen worden tijdelijk weggehaald, waarbij de gemeente er echter voor zorgt dat de huisvrouw toch kan blijven koken. Het gemeentelijk energiebedrijf werkt onder hoogspanning om alle kooktoestellen zo snel mogelijk te veranderen. Die verandering brengt voor de eigenaren geen kosten mee. Alleen sterk verouderde toestellen worden afgekeurd, maar men krijgt dan een korting bij de aanschaf van nieuwe. Aan de fornuizen vinden twee belangrijke veranderingen plaats. De branders worden in hun geheel verwijderd en vervangen door nieuwe, die er op het eerste gezicht precies eender uitzien, maar die aan de druk van het aardgas zijn aangepast. Ook aan de kranen moeten bepaalde voorzieningen worden getroffen. De monteurs beschikken over een arsenaal van kranen en branders enzovoort. En natuurlijk controleert men alle toestellen zorgvuldig voordat ze weer in de woningen geïnstalleerd worden. Hilversum stapt dus als eerste stad in het westen over op het aardgas dat in zulke geweldige hoeveelheden in onze bodem aanwezig is. De gasfabriek is al gesloopt en deze dagen heeft men de laatste toren opgeblazen. De val van deze eens zo trotse toren luidt een nieuw tijdperk in. Ja, wat hadden we er een zin in, hè? En het lukte, het kan dus, hè? In 8 maanden tijd aan het gas, dus in 8 maanden tijd misschien ook wel van het gas weer af. Ik ben zo weer terug met nog meer beelden. Dank jullie wel. Dank je wel, Michiel. Ongelooflijk, binnen een jaar. Ja, dat maakt toch veel mogelijk. Dames en heren, we zijn echt heel erg toe aan de praktijk. Aan die places of hope die we eigenlijk nu al kunnen zien. Het Nederland van morgen wat gewoon vandaag al te bekijken is. Nienke Rikst, zou jij willen beginnen? Nou, hartstikke leuk hier te zijn. Ik ben Nienke Rikst-Jukema. En ik hou van mooie dingen maken. En daarom ben ik architect geworden een aantal jaar geleden. En 12 jaar terug ben ik teruggegaan naar Friesland. Want ik hou er toch van om mooie dingen te maken op mooie plekken. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat ik Field & Knight ben begonnen. Zoals ik al zei, het maakt mij niet uit wat ik maak als het maar in een mooie omgeving staat. En die mooie omgeving die ik voordat ik naar Delft ging heb verlaten, die kwam toen ik terugkwam uit Delft, kwam ik daar heel hard op terug. Want het Waddengebied, wat ooit zo fris was, zo donker, zo stil, maar wat mijn vader altijd zei dat de vruchtbaarste aarde had, werd heel hard veranderd. Er kwamen kolencentrales, afvalovens, gaswinning, zoutwinning. En ik voelde gewoon echt dat wij het afvoerputje werden van Nederland. En toen dacht ik, hoe kan het dat zulke mooie kwaliteiten zo weinig waarde hebben? En hoe kan het dat als we een kolencentrale bouwen, dat er eigenlijk geen compensatie komt voor die vervuilde lucht? En dat er geen plekken komen waar je wel frisse lucht kan krijgen? En toen dacht ik, ja, deze waarden zijn emotionele waarden. En die hebben nog geen economische waarde. En toen dacht ik, heel naïef misschien, hoe kan ik er nou voor zorgen dat deze waren ook een economische waarde krijgen. En toen ben ik maar begonnen met duisternis, want dat leek mij het makkelijkste, want het licht kun je gewoon uitzetten. Want we hebben heel veel oververlichting. En
En als je het hebt over energietransitie, kunnen we beginnen met licht uitzetten. Want de helft van het energieverbruik van gemeentes is openbare verlichting. En hebben we al die verlichting dan ook echt daadwerkelijk nodig? En 10 jaar later weten we ook hoe slecht verlichting is. Niet alleen voor de mens, maar ook voor de insecten. En voor heel veel kinderen die nog nooit opgegroeid zijn met een prachtige sterrenhemel boven hun hoofd. Ik wou niet beginnen met lichtvervuiling. Ik wou juist de kernkwaliteit, de schoonheid van de nacht als uitgangspunt nemen. En ben gewoon begonnen met het veranderen van een plek. Wat ik heb gedaan is dat ik ben begonnen met gaan inventariseren. Welke projecten zijn er eigenlijk al bezig met verlichting en donkerte. En bewustwording dat donkerte heel belangrijk is. En dat bleek rond de Waddenkust al heel veel te zijn. En daarom dacht ik van ja, waarom hebben we dan geen gezamenlijk doel? Waarom zetten we het Waddengebied dan niet op de kaart als een mooi donkertegebied, als een dark sky park, werelderfgoed? En dan hebben we een punt waar we kunnen werken, niet alleen met Nederland, maar ook met Duitsland en ook in Denemarken. Maar dat kan je niet van bovenaf bepalen, dat moet je onderop doen. De mensen uit het gebied moeten ambassadeurs worden van dat gebied. En die moeten de donkerte gaan omarmen. Want een gebied verlichten is altijd nog makkelijker dan een gebied weer donker maken. En dat ben ik gaan doen door eigenlijk te werken vanuit een drietansraket. En ik ben begonnen met bewustwording. Want heel veel Friezen en Groningers en Noord-Hollanders, die denken dat ze bovenin het noorden wonen, dat ze eigenlijk in een achtergesteld gebied wonen. Maar ze zijn eigenlijk niet de ambassadeurs van het gebied. En daardoor zijn ze ook niet trots op het gebied. Dus ik ben gewoon begonnen met te vertellen dat het iets heel bijzonders is. Dat als je 's nachts naar buiten kijkt, dat je dan nog een sterrenhemel ziet. En dat die arme kinderen in Amsterdam dat nooit zullen zien. Maar het is wel hartstikke leuk en het gebeurt en het groeit. En gelukkig zijn er ook nog organisaties die in mij geloofden en het gewoon mee gingen doen. Zoals de Waddenacademie en programma Rijke Waddenzee. En afgelopen oktober hebben wij ook weer een heel mooi congres kunnen organiseren. Waarbij we de stilte en de duisternis ook echt daadwerkelijk op de kaart hebben kunnen zetten. En vanuit die bewustwording moet je het natuurlijk ook beleven. Want je kunt het wel zeggen dat het iets bijzonders is. Maar het is ook heel belangrijk dat je weet wat houdt het dan in. En dat je je laat verwonderen door die mooie sterrenhemel. En vroeger gebeurde dat door het maken van observatoriums. Waren de plekken in het landschap waar je ging meten. En er was ook, mensen waren nieuwsgierig. Je had geen televisie. En je wist niet hoe het heelal in elkaar zat. En daarom waren mensen ook uitgedaagd om daar wat mee te doen. Dus ik ben met een jonge architect, Murk en Zweder, hier uit Amsterdam, die komen oorspronkelijk uit Friesland, zijn we begonnen weer opnieuw observatoriums te ontwerpen. En ook iets van een verloren kennis, en dat zijn nachttuinen. Tuinen waarbij we eigenlijk niet de geuren en de kleuren van de dag ervaren, maar juist die geuren van de nacht kunnen ervaren. En die heel goed zijn voor de biodiversiteit. Voor al die vlinders die nu aan het sterven zijn. En de vleermuizen en uilen. En met de mensen samen in de dorpen zijn we die nachttuinen gaan aanleggen. En tenslotte gaan we al deze projecten met elkaar verbinden. De observatoriums, de nachttuinen. En dat doen we door middel van pelgrimroutes. Oude routes in het Friese en Groninger landschap verbinden met die plekken die zo bijzonder zijn. En mensen laten ervaren en weer kunnen laten bezinnen. Maar tenslotte gaat het ook om beleid. En daar werken we heel hard aan. Gelukkig heb ik in de afgelopen 2 jaar 44 verschillende partijen bereid gevonden om een intentieverklaring te tekenen. Om te werken aan een dark sky gebied. En we hebben hun een cadeautje gegeven. Iedereen die tekent, die kreeg gratis een soort met quick scan. Wat kunnen zij nu het beste doen? En de mensen die de intentieverklaring hebben getekend, die hebben ook beloofd om dan ook echt daadwerkelijk iets te doen. En vorige week, precies een maand geleden, heeft Defensie getekend. Dat is marine, landmacht en luchtmacht. En die hebben nu al, zijn ze bezig om de verlichting in de kazernes aan te passen, zodat de lichtvervuiling teruggedrongen wordt.
Maar niet alleen in Nederland kampen we met lichtvervuiling. Overal in Europa, bij natuurparken, weten ze dat ze eigenlijk de verlichting uit moeten zetten. Maar hoe doe je dat? En wij hebben daarmee een voortrekkersrol. We zijn uitgenodigd om die mensen te helpen. Van hoe ga je een natuurgebied in Slovenië, waar ze nog nooit van lichtvervuiling hebben gehoord, of in Hongarije, waar ze veel last hebben van lichtvervuiling. Hoe ga je die mensen nou helpen om zo'n proces aan te gaan? Daar zijn we mee begonnen en het werkt. En het komt op de kaart. En dus eigenlijk wil ik gewoon eindigen met weer bewustwording. Want samen gaan we om 's nachts weer het veld in, gaan we genieten van de sterren en vertellen we de verhalen. En die verhalen vertellen iets over de nacht en over de inspiratie die we daarvan krijgen. Feel the night, a real nighttime life experience. Daar wou ik mee eindigen. Dankjewel, dankjewel Nick Riefs. Zou je misschien nog iets kunnen vertellen over wat wij hiervan kunnen gaan zien als we ook echt vanaf 4 april naar het noorden gaan? Ik ga proberen de verlichting boven het gebouw uit te zetten. Heel goed, ja. Er is al ruzie gaande, heel goed. Ja. En ik hoop dat mensen door middel van de tentoonstelling bewust worden van dat ze wat vaker even een stap buiten de stad moeten zetten. En dat het echt iets heel bijzonders is. En je liet ook een van die observatiepunten zien, zeg maar. Is er al eentje gebouwd die we kunnen bekijken? Nee, daar zijn we nu heel hard mee bezig, op Zwarte Haan. Ja, precies. Dank. En deze nachttuin zijn we mee begonnen in Wier. Dat is ook een oude Stinse plek waar vroeger een staten heeft gestaan, waar ook een observatorium is geweest. En dit is vroeger van een staten had je altijd een toegangspoort. En in die toegangspoort zat vaak een duiventil. Dus ik heb deze toegangspoorten gebaseerd op een oude toegangspoort. Maar hierbovenin zit een vleermuisverblijf. Zodat mensen snappen dat dit een nachttuin is in plaats van een dagtuin. En deze is er dus al wel. Ja. En zo zullen we de komende jaren steeds meer van dit soort plekken via pelgrimsroutes kunnen gaan bezoeken. Dus eigenlijk zorg jij ervoor dat de manifestatie nog een paar jaar doorloopt. Het blijft altijd interessant om te gaan kijken. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dat is een hele urgente vraag. Dat doen we eigenlijk dadelijk, maar ik zie het aan je ogen. Dit moet echt nu gesteld worden. Ja, nee, dit is urgent. Ja, ik zie het. Wie ben je en wat is je vraag? René Blom, ik werk bij een gemeente toevallig. Je begon met gemeenten zijn verantwoordelijk voor de helft van de lichtvervuiling, geloof ik. Zit in een van die 40 mensen die getekend hebben of partijen, zit ook gemeente bij? De 3 provincies, alle Waddengemeenten, ministerie van Ruimtelijke Ordening, milieuorganisaties, Rijkswaterstaat zit erbij. Ja, Defensie. Ik ben nu bezig met ProRail zo ver te krijgen. Dus van alles en nog wat. Dat is een indrukwekkend rijtje. Dankjewel. Hier gaan we vast nog even over doorpraten dadelijk. Klaas Sietse-Spoelstra, Kening van de Kraaide. Een ander mooi initiatief in het noorden. Ja, dankjewel. Wat leuk is het verhaal van Nienke Riks. Ik ken Nienke Riks al een hele tijd uit ontwikkeling in Friesland op het gebied van culturele hoofdstad. Daar ga ik iets over vertellen. Dat vorige week de natuur heeft ingegrepen in het lichtplan. Want er is een duif in een elektriciteitsding geschoten. En daardoor was alle straatverlichting in heel Friesland was uit. Dat is echt gebeurd. Dus daar helpt de natuur, zeg maar, dat grote probleem van licht een beetje voorwaarts te helpen. Wat ik ga vertellen is een verhaaltje over Kening van de Kraaide, de koning van het grasland, van de weide, King of the Meadows. Waar Nienke Riks haar verhaal over de Waddengebied ging, gaat mijn verhaal over het weidelandschap van Nederland, over 1 miljoen hectare Nederland. Dus dan hebben we het ook over een grote ruimtelijke vraag. En het programma, dat is een bottom-up initiatief, daarom sluit het heel erg aan, denk ik, bij het verhaal wat Maarten ook vertelde. Een totstandkoming vanuit een burgerinitiatief, ga ik iets over vertellen, waarom dat zo is. En dat houdt zich bezig eigenlijk met het verhaal van de Grutto als verhalenverteller voor de veranderingen van het platteland. Dat is eigenlijk wat het programma is. Voor ik daar iets over vertel, even de context waarin dit ook voor een deel plaatsvindt. Dat is de Europese culturele hoofdstad, waar Places of Hope ook een project in is. Of de Stormruiter, een project over paarden. Of wat wij met de Kening van de Kraaide doen. Zo is er een heel legio aan activiteiten dit jaar die ingezet worden om via cultuur maatschappelijke vernieuwingsvraagstukken ook zichtbaar te maken.
Daar ga ik iets over vertellen. Dus dat is belangrijk om het concept van Europese culturele hoofdstad goed te begrijpen. En dat raakt heel veel van de thema's die Maarten ook net raakt. Dat proces is in 2019 ongeveer begonnen. Als een Europese culturele hoofdstad ben je namens Nederland, hè, een competitie, een nationaal verband. En dan gaat het uiteindelijk om een inhoudelijk concept wat je presenteert, waar langs je probeert Europese culturele hoofdstad te worden. En wat wij gedaan hebben is eigenlijk de maatschappelijke opgave van een regio, een ruraal gebied, zoals het Noorden is, hebben we centraal gesteld. Dus in 2010, dat herken je ook in het verhaal van Maarten, ging het eigenlijk al hele, is het een sectorale samenleving. In een samenleving die in hokjes, en dat heb je ook in de Friese regio niet anders dan dat je dat in Den Haag hebt. Dus je ziet dat die samenleving georganiseerd is in een vrij klassieke vorm. En wat we gedaan hebben is eigenlijk gezegd, ja, dat is volledig aan het veranderen naar een soort netwerksamenleving, waarbij dat veel diffuser is, onduidelijker is. En wat betekent dat nou eigenlijk voor rurale gebieden van Europa, niet alleen voor Friesland, maar voor het Noorden? En dat concept, zeg maar, hebben we Mierskip naar Ierpen-Mierskip genoemd. Hè? De concept van een community naar een open community model. En wat we hebben gedaan is eigenlijk die projecten die we in het kader van Culturele Hoofdstad hebben vormgegeven, die hebben we als, zeg maar, als vehikel, als katalysator ingezet om uiteindelijk te kijken van ja, wat betekent dat nou voor rurale gebieden van Europa, hoe dat verandert en kunnen we daar grote vraagstukken van Europa ook mee katalyseren, zou je kunnen zeggen. En dat is een beetje de basispropositie, zoals we dat maar even noemen, achter Culturele Hoofdstad. Dat gaat dus over links van sectoraal, regionale context, top-down georganiseerd. De overheid regisserend, een beetje inside georganiseerd, hè, dus naar binnen georganiseerd, naar een situatie van open community, cross-sectoraal. Dat is eigenlijk de hele beweging waar we samenleving in zitten. En dat betekent ook wat voor rurale gebieden. Nou, dat kun je ook nog wat inkleuren. En wat wij gedaan hebben in de loop van de tijd, is dat je eigenlijk die grote vraagstukken van de wereld, die kun je ophangen aan global goals. De globale doelen die we met elkaar, waar je heel veel van de publieke opgaven in terug kunt vinden. En wat we gedaan hebben, is eigenlijk die global goals in een lokale context geplaatst. Voorbeeld, als je naar de vluchtelingenproblematiek kijkt, is een groot globaal probleem. En wat er dan in regio's als de onze gebeurt, is dat er gaat een dorp aan de slag met 300 mensen. En die bouwen dan een schooltje om waar een Syrisch gezin in kan wonen. En dat is eigenlijk de lokale vertaling van dat hele grote globale probleem. Dus dat gaat ook steeds over dat hele grote probleem, die grote thema's van de wereld, in hele kleine stukjes proberen op te hakken en op die manier op te lossen. Global goals in local context. Hè? Dat is in feite wat we daarmee proberen te doen. Hè? We proberen die creatieve interventies die je met Culturele Hoofdstad probeert vorm te geven, daar als katalysator voor te laten zijn. Begrijpelijk concept? Daarmee hebben we gewonnen. Want dit was ook voor Europa heel erg interessant. Die dachten ook, er komen allemaal van die top-down structuren. Ook die Eindhoven met het plan, Maastricht met het plan, prachtige plannen. Maar allemaal heel top-down, klassiek. En dit was allemaal onderop, bottom-up. Ook een hele worsteling. Ook voor Nienke Riks en ik hebben samen in het begin daar in dat hele proces ook gezeten. Nou, we hebben wel wat meegemaakt. Want al die worstelingen met hoe je top-down en bottom-up bij elkaar brengt, nou, dat hebben we allemaal wel gevoeld in de loop van de tijd. En dat is een worstelplace, dus we hopen ook nog een beetje mee. Ik vind Places of Hope ook nog wel wat, misschien wat te veel ik en nog wat minder wij. En zou dat grafiekje er ook niet net andersom moeten staan? Is dat niet nog wat klassiek? En natuurlijk, het is mooi dat het voorbeeld van het Fries Museum, het oude Friese Museum, even als voorbeeld heeft. Maar ja, het gaat ook een beetje over het denken. Hè? Dit is toch ook een beetje klassieke vorm in die zin. Hierarchisch, top-down. Dat is ook wel prikkelend, denk ik, om in de discussie van Places of Hope, jullie begrijpen wel dat ik daar best kritisch over ben, in positieve zin, dat het uiteindelijk gaat om hoe ga je dat bottom-up dan doen. Hè? Dan mag je jezelf ook wel een beetje op de kop zetten. Goed. Kenning van de Grijden is zo'n project die bottom-up aangevlogen is. En die heeft eigenlijk het thema van ecosystemen beter gepakt. Biodiversiteit. Biodiversiteit is wereldwijd een groot probleem. En wij hebben dat vertaald eigenlijk naar de gutto in onze eigen achtertuin. En die gutto vertelt eigenlijk het verhaal van die 1 miljoen hectare Nederland. Dat graslandschap van Nederland. Als je dat een beetje opdeelt, dan zie je eigenlijk dat deze transformatie in dat landschap gaande is. Dus wat je eigenlijk ziet is dat we steeds meer naar een geïndustrialiseerd landschap gaan. Met als gevolg dat de gutto gaat, zeg maar, die past niet bij deze habitat. En de gans die komt, die zegt, hé, dat is een goede habitat voor mij. En die verandering, zou je kunnen zeggen, is door menselijk ingrijpen allemaal aan de hand. En die gutto die vertelt ons eigenlijk niet alleen maar
dat het met hemzelf niet goed gaat. Maar die vertelt ons eigenlijk ook, of die stelt ons allemaal vragen over de leefomgeving om ons heen. En die biodiversiteit is ook wel een zorgpuntje van Nederland. Echt wel een Europees thema. We staan daar onderaan de Europese lijstjes. Wisten jullie dat? Voor energie wisten we dat meestal wel, dat we het niet zo goed doen. Nou, dat is met dit onderwerp ook zo. We zijn het meeste aan kwaliteit kwijtgeraakt, als je dat over 100 jaar beschouwt. En we zijn een soort Europese koploper op het verkeerde onderwerp. Dus ook wel weer een mooie Europese uitdaging. Samen met Malta overigens, en die is ook cultureel hoofdstad in 2018. Dus dat is een interessante relatie. Goed. Maar wat we dus gedaan hebben in het proces, is vervolgens gezegd, als we dit thema nou willen beetpakken, en de trendlijnen zijn zoals ik ze hier schets, dan is het ook al 30 jaar een soort collectieve stilstand, hè, rond dit onderwerp. Die Gutto, die vertelt al 30 jaar hetzelfde verhaal. Het gaat niet goed met mij. Ik kan niet meer overleven in de landschappen. Mijn Gutto-kuikens worden niet groot. Dus er is wat aan de hand. Dus die Gutto die praat al 30, 40 jaar. Eigenlijk zegt hij de hele dag hetzelfde. Hij is nu weer onderweg, hè, van Afrika naar Nederland. Gaat hij straks weer hetzelfde zeggen. Waar moeten die Gutto-kuikens voor mij groot worden? Dus die stelt al 30 jaar vragen. En we vinden met z'n allen, zelfs dat hij is een nationale vogel, dat we die belangrijk vinden. En toch lukt het collectief niet om het opgelost te krijgen. Dus we blijven in belangen hangen, in structuren hangen, in goede bedoelingen hangen. En we lossen het niet op. Dus we hebben ook gezegd, je moet misschien ook een andere interventiemethodiek verzinnen om dat onderwerp eens op een nieuwe manier te benaderen. En dat is waarom we gekozen hebben om met professionals in een andere context te stappen, in een context van een burgerinitiatief. Nou, dat is al heel verwarrend. Want je begrijpt wel dat heel veel van de overheden en zo, die denken eerst, je bent een soort partij van de dieren, je bent een anti-boer, je bent, nou, alle vooroordelen die worden een beetje over je heen gegooid. Totdat mensen denken, oh ja, je katalyseert een dossier. Dus we gebruiken die Gutto als vragensteller, als eigenlijk degene die ons vertelt hoe het op ons platteland gaat. Dus het gaat niet over een Gutto-reddingsplan, dat is overigens wel een leuke bijkomstigheid. Maar uiteindelijk gaat het eigenlijk om wat die Gutto ons vertelt over onze eigen leefomgeving. Omdat die hele discussie ook heel erg een mensendiscussie geworden is. En we ons nauwelijks meer kunnen verplaatsen. Zie je even wat er in de Oostvaardense plassen gebeurt, zou ik willen zeggen. Dat we ons bijna niet meer kunnen verplaatsen wat die natuur ons eigenlijk vraagt te doen. Goed. Een filmpje. Dan moet ik even vragen aan jou of jij. Kort filmpje, animatie over ons initiatief. Of moet ik gewoon doorklikken? Een uitgestrekt weidelandschap in het voorjaar. Een kleurrijk decor van gras, bloemen, kruiden en geluiden. Een paradijs voor insecten, koeien, weidevogels en mensen. Dat weidelandschap is bijna 1 miljoen hectare groot. Maar door verstedelijking en intensief agrarisch grasgebruik is 95% hiervan veranderd in monotone productieweide. Een productieweide die ongeschikt is voor veel vogels. Waaronder de koning van de weiden, de Gutto. Maar liefst 90% van deze typisch Nederlandse boerenvogel broedt in ons land. Niet voor niets is het onze nationale vogel. Maar er zijn steeds minder kuikens die het overleven. En daarmee verdwijnt stap voor stap de Gutto uit ons landschap. En die Gutto, die staat voor meer. Burgerinitiatief Kening van de Greide wil het tij keren. Deze actieve groep van belanghebbende partijen zoekt naar nieuwe verbindingen. Verbindingen tussen landschap en haar bewoners. Kening van de Greide organiseert een mix van initiatieven. Een mix van cultuur als inspiratiebron, feiten als fundament en innovatie als vrucht. Samen werken we aan een rijk toekomstperspectief. Een landschap waar diversiteit floreert. In flora, fauna, identiteit, taal en beleving. Die verscheidenheid willen we met elkaar vieren, ieder voorjaar weer. Daar zien wij toekomst in. Vandaag kwam Gutto Amalia uit Frankrijk aan. Gutto Amalia is een gezenderde gutto, wordt door de Rijksuniversiteit Groningen gevolgd. Al 5 jaar lang de cyclus van Afrika naar Nederland. Zat gisteren nog in Frankrijk. Die voelde dat de kou uit Nederland vandaan ging. En die is vandaag toevallig, je kunt het bij ons op de website volgen, is weer in Nederland teruggekomen. Hij zit waarschijnlijk in Britsford, dat is een dorpje op het Middelfriese platteland. In een plas de ras zit ze voor te bereiden op dat ze straks kan broeden. Na onderzoek bleek overigens dat het niet een zij is, maar een hij. Het dus blijkt Emilio te zijn in plaats van Amalia. Maar goed, wij vonden Amalia natuurlijk wel een mooie naam. Een soort koningsdochter. Trouwens is Amalia kort naam afkomstig van Santa Amalia. Dat is een dorpje in Extremadura waar die vogel gezenderd is in Spanje. Maar goed, dat terzijde, hoeven de mensen ook niet te weten. Amalia is natuurlijk onze koningsdochter. En wat vertelt die koningsdochter ons? Wat leuk is dat je die vogels dus ook een verhaal kunt laten vertellen.
over die verandering van het landschap. Die vogel die komt altijd op hetzelfde plekje, bij dezelfde boer, soms al 20 jaar. En vraagt die boer elke keer weer, of de gebiedseigenaar, waarom is er geen ruimte voor mijn kuikens meer? Dus die diepere laag, die raakt ook hij. En wat heel erg leuk is, is dat die culturele laag, wij ook heel erg graag willen belichten. En in de Friese omgeving is die Friese taal daar een heel aardig instrument in. Want dat landschap, ja, verschraalt, maar verschraalt daarmee ook de cultuur, de taal, identiteit. Aan het wijde landschap zijn 600 Friese unieke woorden gekoppeld. Ja, als dat landschap er niet meer is, dan gaat de skriers, wat het mooie Friese woord voor gutto is, die valt uit de taal, uit de poëzie, uit de inspiratie. Wat vinden we daarvan? Komen nieuwe woorden voor de plek? Melkrobot of... Maar het gaat erom dat je je bewust bent dat de verandering van het landschap ook een culturele dimensie heeft. Nou, dat is wat wij in het programma vormgeven. Dus die drie assen, tot slot, wat we proberen te doen met die interventiemethodiek van dat burgerinitiatief, is zowel een kennisprogramma samen met Rijksuniversiteit Groningen, doen we, waarbij we willen begrijpen wat is er in dat landschap aan de hand. Dus wat is dan het probleem met de biodiversiteit? Dus dat we de feitelijkheid goed begrijpen. Dat we daar inspiratie aan toevoegen, verbeeldingskracht, de kunsten. Dat koppelen we bijvoorbeeld aan de European Capital of Culture, daar zal ik straks kort wat over vertellen. En die leiden tot vernieuwingen, nieuwe inzichten. Onder andere zijn wij met een Living Lab voor Natuur en Civiele Landbouw bezig. Spin-offs die we creëren, of educatieprogramma's die we creëren, die uiteindelijk gaan over de daadwerkelijke verandering. Dat we boeren op een andere manier kunnen laten boeren. Dat we concepten als Natuur en Civiele Landbouw in Nederland introduceren. Dat komt allemaal voort uit dit soort onderop initiatief. Dus met de wetenschap proberen we te begrijpen. We doen met de gutters het grootste onderzoek aan vogels in heel de wereld, zo'n beetje. In Zuidwest-Friesland is daar een heel onderzoekstraject, daar kun je allemaal volgen. Maar daarmee leer je die hele biotoop te begrijpen van het graslandschap van Nederland. Wat we doen met Culturele Hoofdstad is dat we culturele uitingen of inspirerende vormen proberen te vinden. We hebben net bijvoorbeeld een theater geopend voor kinderen, het Gutto Theater in het Natuurmuseum. Tentoonstelling dat kinderen, in ieder geval de verbazing van het landschap, hoop je iets van mee te kunnen geven. Koning van het Grasland, de voorstelling die vorig jaar al druk gedraaid heeft. Die komt ook dit jaar in Noord-Holland, en Zuid-Holland en Flevoland. We gaan deze zomer een grote voorstelling maken, Conference of the Birds, waar 1000 fanfaren muzikanten aan mee gaan doen. En wat we daar proberen te doen is de relatie te leggen tussen het cultuurlandschap en de Havabra cultuur. Omdat er heel veel relaties zitten die daar interessant in zijn. Zou je kunnen afronden? Maar ja, dit is de laatste. De innovaties, want daar gaat het uiteindelijk om, leiden ook tot allemaal nieuwe ideeën, zou je kunnen zeggen, die ook tot ondernemerschap leiden. Een voorbeeld daarvan is het product Weidewilde. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is inmiddels worden er iets van 15 boeren geproduceerd. Kun je gewoon in Jumbo kopen. Het is een product wat gekoppeld is aan deze rijke weide situatie. Is ontstaan vanuit het burgerinitiatief in het noorden. En inmiddels is dat losgelaten door ons in een spin-off. Het Living Lab. Dit zijn masterclasses die we met boeren doen. Dus dat zijn allemaal vormen die met vernieuwing te maken hebben. Die daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van deze puzzel. Nou, that's it. Wat tot slot leuk is ook de vorm van zo'n burgerinitiatief. Wat je hier ziet, als het goed is, gaat hij nu inzoomen. Is 1 jaar WhatsApp groep van de Koning van de Rijden groep. En dat is een beetje de dynamiek die wij met een groep van 70, 80 mensen hebben in zo'n groep. Die elkaar ongelooflijk beïnvloeden over inhoud. Dat gaat heel rap. Hè? Dus de WhatsApp die staat nu ook weer vol met allerhande dingen die gebeurd zijn vandaag. En wat je dan ook ziet is dat je op een nieuwe manier communities bouwt. Hè? En dat gaat in dit geval gewoon via WhatsApp groep waar heel veel informatie wordt uitgewisseld. En er wordt weinig flauwekul gespeeld. Dus er zijn ook vormen die heel erg in die nieuwe wereld eigenlijk gebruikt worden om discussies te voeren. Nou, dat was het. Dankjewel, Klaas. Als wij nou de komende maanden allemaal naar het noorden gaan, dan hebben we natuurlijk jou in ieder geval sowieso op de tentoonstelling. Zijn er nog 1 of 2 dingen waar we sowieso ook even langs moeten gaan in Friesland om jouw project in volle omvang te kunnen ervaren? Nou, ik zou in ieder geval zeker, dat gaat 30 juli spelen, 11 juli uit mijn hoofd is de première, Conference of the Birds, die grote buitenvoorstelling. Ja. Samen met het Noord-Nederlands Toneel, met Club Guy en Roni. Wat we in het kader van Place of Hope gaan doen, is een aantal themadebatten organiseren, is ook heel erg leuk, dus dat is meer op inhoud. Dus die vallen in mei, geloof ik, hè? April, mei. Dat komt allemaal op de site Place of Hope te zien. Ja. Heel veel dank. Okay. Michiel, zou je ons weer even mee willen nemen in een kleine sneak preview? Ja, daar ben ik weer. Nienke Riks en Klaas Siet zijn 2 van de 30 landmakers die te zien en te horen zijn in de tentoonstelling. Letterlijk, jij hebt een gedicht heel prachtig voorgedragen onlangs in het Fries. Dat zal ook klinken in de ruimtes.
Ik wil nu even naar een andere zaal, want niet alleen jullie verhalen zijn te horen en te lezen, maar ook jullie verhalen moeten een plek krijgen. Ik heb zelf ook nog iets te vertellen. Hoe breng je dat allemaal samen, die complexiteit, in een hele complexe tekening, die je heel rustig kan gaan lezen. En dat gebeurt allemaal in deze ruimte, dat is eigenlijk de entree van de tentoonstelling. Dus na die tunnel kom je boven aan de trap, loop je een ruimte binnen met prachtig daglicht, je gaat door dat deurtje daar. Eigenlijk is er al een soort van houten plankier die je opwacht. Daar stap je op en je loopt naar binnen en er ligt zand om je heen. En dan kom je in een ruimte, zijn bewust schetsen. Het wordt nu gebouwd, maar om de spanning erin te houden. En daar ga je meanderen. Er is een bankje, daar kan je gaan zitten. En op de wanden om je heen, 360 graden, zie je een tekening. En die tekening die komt uit, het idee daarvan komt van dit boek van mijn dochter. De tentoonstelling is ook echt bedoeld voor mijn dochter van 8, dat zij ook zin in de toekomst krijgt en dat zij zich daar ook thuis voelt. Dus we zijn met deze techniek van tekenen zijn we gaan experimenteren om al die verhaallijnen in één beeld te vangen. En hier zie je een eerste testje van een Zwitserse kunstenaar die we daarvoor hebben gevraagd, Nicolas Chuard heet hij. En hier zie je drie lagen in drie kleuren en die drie kleuren kan je uit elkaar herhalen door drie verschillende gekleurde lensjes te kijken. Dus dan zie je bijvoorbeeld hier, het beeld is niet zo goed, maar hier zie je koeltorens. Op dit beeld zie je de windmolens en hier zie je de walvis. En die drie lagen staan voor het verleden, het heden en het constante, namelijk de natuur. En zo laat die ruimte zich lezen. Hier zie je een stukje uit het schaalmodel en de tekening wordt nu gemaakt dus met de hand. Dus iemand is 2 maanden non-stop nu aan het tekenen om al die elementen in één beeld te vangen. En hier zie je de eerste schets. Dus boven het, zeg maar het fossiele tijdperk met de Action distributiecentrum, de outlet store in Heerlen, centraal beheer van Hertzberger, dus ook dat geloof in vooruitgang, hoe dat in architectuur wordt uitgedrukt. Daaronder zie je eigenlijk de landmakers, bijvoorbeeld de dijkers van ons allemaal. Dat is ook een project wat we laten zien. En daaronder de natuur met hier op dit beeld niet de grutto, maar uiteraard in een centrale rol. Hier zie je een filmpje van de tekening zoals die er nu bij ligt. 2 van de lagen. Hij wordt dus gekleurd, zoals je zal snappen. En dan wordt hij over elkaar heen geprojecteerd. En dan wordt hij dus op 100 vierkante meter wordt dat geprint en op de muren uiteindelijk geplakt. En het idee is dus dat je door die ruimte loopt en een brilletje krijgt en rustig kan gaan kijken en gaan associëren en verbindingen leggen. En je kan afvragen wat er nou eigenlijk mis was met de Bijlmer. Of wat het alternatief zou kunnen zijn. Dus hier zie je weer die 2 lagen. Pernis aan de ene kant, Eindhoven aan de andere kant bijvoorbeeld. Tot aan hier. Hier zie je dat de tekening deels nog niet ingekleurd is. Wie nu nog een suggestie heeft, be my guest. Hier zie je mijn dochter, gebogen over de maquette. En hier krijg je alvast een eerste indruk van hoe dat dan moet zijn straks in die ruimte. Bij binnenkomst, net hebben jullie misschien gehoord, heel licht hoorde je een soort van soundscape, allerlei geluiden. Er is nu ook een geluidskunstenaar bezig om een soort van compositie te maken die je ook kan horen, waar ook de grutto weer zal klinken bijvoorbeeld. Nou, tot zover. Dankjewel Michiel. Ja, het is mooi om te zien hoe langzamerhand dus inderdaad nu ook tastbaar wordt, hoe eigenlijk kunst en cultuur die grote opgave ook te lijf kunnen gaan. Dus ik ben heel benieuwd of er al bij u eerste associaties of conclusies van hoe gaan we het nou bij elkaar brengen? Hoe gaan we nou die grote transities waar Hans mee begon in de praktijk bij elkaar brengen en wat helpt dat? En kan kunst en cultuur nou een vehikel zijn? We hebben 2 hele mooie voorbeelden gehoord. Is er iemand die een eigen place of hope hier even wil pissen? Ja, de lat ligt hoog, maar dat hoeft helemaal niet, want we zijn allemaal stiekem natuurlijk landmakers. Ook als we niet in de tentoonstelling staan. Wie durft? Wie heeft een project waarvan hij zegt van ja, daar laten we het zien. Ja, mevrouw, wie bent u? Ik ben Judith Flapper van de BNSP. En ik wil als Places of Hope de landschapskunstwerken Flevoland aanwijzen. Zoals die kathedraal van Populieren, die ken ik bijvoorbeeld. Ja, er zijn er 7 in totaal. En de kathedraal is er eentje van. Maar ja, lucht, water, landschap, dat komt allemaal samen. En op wat voor manier maken die... Wie heeft deze wel eens gezien? Dat is interessant om ze een keer allemaal op 1 dag. Ja, toch wel. Dus 7 landschapskunstwerken in de Flevopolder. Ja, toch wel een man of 10, 15. Hoe dragen deze kunstwerken voor u bij, zeg maar, aan het
onszelf, wij spreken, die grote transitie een stap verder helpen. Hè? Als het gaat om de klimaatverandering, als het gaat om de energietransitie, circulaire economie, of hoe dragen ze bij aan de opgave van deze tijd? Nou, ik vind als eerste dat ze bijdragen doordat deze kunstwerken zijn gerealiseerd in een gemaakt landschap. Hè? Dat was eerst zee, is land geworden. Daar zijn die kunstwerken gerealiseerd op een, ja, ik vind het grootschalig. En alleen dat al, het feit dat je, wanneer je daar bent, door die kunstwerken heen loopt, dat je dan geconfronteerd wordt met, je wordt heel erg bewust van het landschap om je heen. En dat het een gemaakt landschap is en tegelijkertijd de schoonheid ervan. Dus ik denk dat je dat, ja, die bewustwordingsfase, dat dat stap 1 is. Ik heb ze allemaal gezien en inderdaad, hoop zeker. Ik werd trots op ons land, van hoe we dat toch met elkaar hebben gemaakt, inderdaad. Ik weet niet of trots nog mag in deze tijd, maar op een hele positieve manier vond ik dat. Is er nog een ander project, wat we misschien ook even niet moeten vergeten? Ja. Hier, wie bent u? Wat is uw voorbeeld? Mijn naam is Berry den Brinker. Ik heb een project wat heel dicht bij huis ligt eigenlijk. Ik woon in een straat waar ik vroeger voetbalde met mijn kinderen. En alles is hetzelfde gebleven. De huizen zijn heel mooi geworden. Maar er staan ook wel verschrikkelijk veel auto's. En ik zou toch weer terug. Ik wil echt terug naar de 60er jaren. Toen er nog niet zoveel auto's waren. Heel, heel simpel. Dat je gewoon op straat kon lopen en spelen. En ter demonstratie loop ik tegenwoordig. Inmiddels ben ik dan heel slechtziend geworden. Ik loop nooit meer op de stoep, want dan kun je niet meer lopen. Ik loop altijd op de weg. En ik hoop eigenlijk een project waarbij we met z'n allen demonstratief op de weg gaan lopen. Geen verkeer in de weg gaan zitten. Een soort guerrilla art, zeg maar. U creëert uw plekken van hoop door gewoon de auto het onmogelijk te maken dan door die straat te rijden. Ja, ze staan de hele dag. Auto's staan zo'n maanden, er staan helemaal niks te doen. En op die plek was ik vroeger aan het hockeyen met mijn kinderen of aan het voetballen, ja, of iets dergelijks. Of touwtje springen. Dus ik vind... Het was zo mooi. En waarom is het nou... Volgens mij vindt dit weerklank. Ja, dat mag geklapt worden. Hans, jij kijkt ook helemaal van... Ja, hier moeten we echt iets mee. Nou, even als duiding. 300.000 auto's per dag, altijd, geparkeerd in Amsterdam. Denk ze even weg wat dat betekent. Ja. Die allemaal stilstaan en niks doen. Altijd stilstaan. 300.000 auto's. Ja. Maar de ruimte die je creëert en wat je daaraan kan doen. Mevrouw, u had ook een project. Wie bent u? Een idee. We leven natuurlijk... niet zo heel erg. Oké, nog een keer proberen. Ik ben Karien van Steen en ik ben landartkunstenaar. Maar dit project betreft eigenlijk hoe wij ons verhouden tot de natuur. En 70% van de bevolking leeft in de steden. En is voor hun meest basic need totaal niet zelfredzaam. Ons eten, wat van de aarde, van de natuur moet komen... We hebben er geen relatie meer mee. En ik denk dat echt de meest basis, alle technologie die we kunnen bedenken, is dweilen met kraan open als we onze relatie tot de natuur niet herstellen. En eigenlijk kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld kinderen op de kleuterschool een boompje laat planten en laat opgroeien om al die wetmatigheden die in één zo'n leven zich voordoen, te integreren in hun leven en dan... De stad inderdaad groener te maken, mede door bijvoorbeeld zoiets. Het was maar een brainwave. Ja. Ja. Mooi, dank u wel. Ook een open doekje, heel goed. Ja, dat zijn mooie blijken van waardering. Ik zie niet iemand nog schuiven. Ja, wel, dat zie je wel. Er is nog steeds iemand die ook denkt van dit project, deze Place of Hope, die moet genoemd worden. De Winter Paralympics. Het behoud van de winter. En eigenlijk de Olympische Spelen. Combineren van iets bereiken, de Winter Paralympics No Finish Line. Om te zorgen dat de Olympische sporters, de Olympische vlam, dooft altijd na de Spelen. Maar laten we nou die gedachte van Olympische Spelen, om gefocust die transitie te maken die we in de wereld moeten, om die te vertalen naar de ecologische transitie. En bijvoorbeeld, en dan het kader van Leeuwarden, 11 Stedentocht is denk ik het grootste cultureel wat landelijk bekend is. Om te kijken van dat we gaan tulp schieten. De tulp, dat is het symbool van Team NL. En dat we de Olympische sporters zeggen, joh, waar willen jullie aan bijdragen als sporter? Als in dit geval wintersporters, schaatsers. Maar je kan het ook zien met, Akwasi, de man uit Ghana. We gaan naar voren. En die andere man die de hardlopen. Maak er mooie projecten van. Eigenlijk is het een voorstel om zeg maar, de Olympische sporters ook naar Leeuwarden te trekken en hun vlam daar ook te laten branden.
Nou, dat is meer een soort van pitch om het te organiseren. Wie gaat het regelen voor u? Bent u al bezig? Hebt ja, u al, ja, ik ben al bezig, grote verhaal. Maar dit is eigenlijk ook wat ik naar Leeuwarden wil plaatsen. En daarna weer terug naar Amsterdam. We zijn 750 jaar in 2025. Dat is, ja, Leeuwarden is het voorbeeld voor Amsterdam in dit geval. Zeker, zeker. Leuk, leuk. Nou, we hopen dat het lukt en dat als wij daar allemaal komen, dat we hem ook kunnen zien en dat we met sporters kunnen interacteren. Zijn er nog, ja, ik zie nog een project. Een Place of Hope. Ja. Mevrouw, wie bent u? Pauline van den Broeke. En ik werk in Den Haag samen met een team aan de debatmobiel. Die moet je wel kennen, Maarten. En dat doen we, dat is een kar met plantjes erop en waar je op kan zitten. En die rijden we een straat in en dan proberen we daar het gesprek aan te gaan met de straat over het vergroenen daarvan. En over de auto's en over het autogebruik en het stilstaan van de auto's. En hoe je dat zou kunnen veranderen, maar wel met mensen en niet voor mensen. Dus mensen moeten het wel zelf gaan doen. Dus zelf elementen gaan maken, eerst benoemen wat is het probleem hier. Vaak is dat niet alleen maar het vergroenen, maar het begint bij hondenpoep en het eindigt bij van allerlei mooie dingen. Maar wat heel belangrijk is, is het fietsparkeren ook. Den Haag is heel erg versteend en dicht. En, nou ja, zo kom je met allerlei kleine initiatieven die heel erg leuk zijn. Maar het gaat er gewoon om dat je dat niet meer aan de mensen zelf kan overlaten. Of tenminste, ja, je kan het wel zelf, mensen zelf overlaten, maar je hebt wel ruggensteun nodig. Want er komt altijd weer iemand, ja, maar we moeten gaan handhaven. En nou ja, al dat soort dingen. Dus wat... Nou ja, het verhaal over draagvlak, het verhaal over dat je medeverantwoordelijk bent, dat geldt niet alleen maar voor mensen zelf. Dat geldt ook voor het systeem en de ambtenaren die... Ja, je hebt elkaar dus toch nodig. Maar even over die kar, Pauline, jouw kar, die komt toch ook? Of komt die toch nog niet? Oh, hij komt toch nog niet. Hoe kunnen we zorgen dat jouw kar ook onze straat binnenkomt, komt rijden en we het gesprek met onze buren gaan voeren? Ja, ik zou zeggen, we kunnen hem daar opbouwen. Maar dan moet je beginnen met een aanhang, een lege, hoe heet dat, plateau. Aanhanger. Oh, je kan hem zelf bouwen? En dan kun je hem bouwen, ja. Oké. Okay. Nou, moeten we zorgen dat we jou ook jouw gegevens, want ik denk dat ik met mijn straat graag namelijk in gesprek zou willen gaan over hoe we de wijk groener kunnen maken. Maar toch even, hè, want je zei ook van ja, maar uiteindelijk als je met elkaar in die, noem even die debatcar, die rijdende moestuin zit, en je hebt het gesprek, dan moet je uiteindelijk ook wel dat gesprek gaan voeren met die systeemwereld. Hè? Met die handhavende partij noemde jij. Dat is toch ook even één aspect wat mij toch een beetje, waardoor ik in verwarring raakte. Want Maarten, ik heb je natuurlijk goed beluisterd. Hè? Je had het over de gevaarlijke routine van de politiek. Hè? De politieke routine en dan waren het met name dan de akkoorden. Hè? De akkoorden, dat was echt helemaal de root of all evil. Maar toen hoorde ik Nienke Rikst en die heeft volgens mij iets fantastisch gecreëerd door namelijk een akkoord te sluiten met 44 partijen, waarvan volgens mij nou misschien wel 40 systeempartijen. Dus ik was even in de war. Is het nou de root of all evil of is het uiteindelijk ook echt toch wel de oplossing om, nou ja, in de kar van Pauline of al pratend over de donkere nacht gewoon met elkaar een akkoord te sluiten, het gesprek te voeren en een deal te maken? Ja, ik ben in verwarring. Is er nog een microfoon? Misschien is dat goed. Oh, die is hier. Die verwarring. Ja, nou ja, ik ben wel benieuwd, want ik weet hoe jullie erover denken. Jij denkt van, het is... Ja? Kijk, Nienke Rikst, en terecht, is natuurlijk ook een koploper in die dossiers. Nu, een paar jaar verder in zo'n proces, zie je dat systeempartijen langzamerhand dit soort dingen overnemen. Dus... Maar je moet je voorstellen, de afgelopen 4 jaar geldt bij ons overigens precies hetzelfde. Hè? Gewoon even op het begin van dit soort processen, ja, dan is het taai, is het heel ingewikkeld. Op een gegeven moment, dat zie je ook met landbouwtransitie, zie je hetzelfde. Dan beginnen langzaam, als het goede ideeën zijn, hè, voor de helderheid, dan gaan ook systeempartijen zich daartoe verhouden, gaan ze het adopteren. En dan komt de boel eigenlijk in beweging. Dus het is niet, systeempartijen zijn niet verkeerd, het is hartstikke goed dat die uiteindelijk daarin meegaan. Ja, maar moeten die ook akkoorden sluiten? Nou ja, dat is dan een vorm. Hè? Ik bedoel, daar kun je van alles vinden. Maar dat, alleen het proces is vaak dat de initiatiefnemers die met zo'n dingen starten, in welke vorm dan ook, dat de kwetsbare fase is. Omdat op dat moment die systeempartijen nog niet begrijpen waar ze hier precies mee heen moeten. En ja, dan krijg je heel veel... Dus het gaat ook heel om dat maatschappelijke initiatiefnemers. Nou, we hadden Joop Mulder of Nienke Rikst, maakt niet veel uit. Dat je die steunt in de zoektocht. En dan uiteindelijk komen die systeempartijen wel om... Om ook te helpen om dingen voor elkaar te boksen. Want hè, zo moet je het ook zien. Maar dat is dan misschien dus de uitleg. Dat je het tijd niet maakt. Dus een akkoord, dat kan wel krachtig zijn, Nienke Rikst. Maar het moet wel vanuit de samenleving komen. En die moet waarschijnlijk de systeempartijen erbij halen, zeg maar. Niet andersom.
Ja, maar je kunt het niet zonder bewoners zelf doen. Want als je, vooral als je niet de gemeentes meeneemt en ook de bewoners bij die gemeentes. En je gaat iets met verlichting bijvoorbeeld doen, dan voelen die mensen, in het geval van duisternis hebben heel veel mensen angstgevoel. Hè? Dus je moet het en doen. En anders lukt het niet. Want ja, anders gaan die mensen weer klagen bij de gemeente, waarom gaat het licht hieruit? En dan schiet je er niet mee op en dan gaat de gemeente weer in de verdediging zitten. Maar uiteindelijk heb je wel die beleidsmakers nodig, want anders gebeurt er helemaal niks. Ja. En daarmee is het dus ook niet zeg maar dan van top-down naar bottom-up, zoals jij insinueerde, maar het is eigenlijk juist de combinatie. Ja, ja. Aan parallel, ja. Ja. Zijn er andere inzichten van hoe wij nou uiteindelijk dit bij elkaar gaan brengen? Nou, dat komt nou heel goed uit, want daar wou ik net iets over zeggen. Ja. Dit is Jelle Troelstra, ik ben Arita Baaiens. Ik ben ontdekkingsreiziger, maar ik ga nu op ontdekkingsreis in Nederland. We hebben een initiatief gestart, dat heet Paradijs in de Polder. En volgens mij is het probleem tussen die systeemdenkers, zal ik maar zeggen, en de belevingswereld, dat we geen gemeenschappelijke taal hebben die we beide begrijpen. Dus Paradijs in de Polder die gaat een nieuw lexicon ontwikkelen, een nieuwe taal en ook een nieuw soort kaarten ontwerpen. En daar gaan we de komende 2 jaar mee aan de slag. En we komen zeker bij een paar mensen hier aankloppen. Ja, dit is eigenlijk dus precies de oplossing voor het probleem van wat Maarten schetst. De taal van ruimtelijke ordening is de taal van de statistiek en dat is niet de taal van mensen en niet de taal. En jullie maken een lexicon van de taal die we wel moeten gaan spreken om elkaar te bereiken. Ja, maar het is zelfs zo als je gewoon echt naar kaarten kijkt van Nederland, waar de ruimtelijke ordening zich mee bezighoudt. Op die kaarten staan een hele hoop dingen, maar de belevingswereld staat er niet op. En dan is het gevaarlijker als je daar weer een systeempje voor gaat bedenken, dan zit je daar weer in vast. Dus het is een zoektocht. Jij had dat volgens mij door experimenteren leren. Dat is precies wat we gaan doen. Maar het voert te ver daar nu heel veel over te zeggen. Maar ik heb wat folders uiteraard meegenomen. Ik ga ze buiten neerleggen. En als jullie ideeën hebben, heel graag. Leuk. Taal. Taal als manier om met elkaar uiteindelijk het gat te dichten. Ik zit even te kijken, want we hebben natuurlijk... dan ga ik even nog... Ja. Ik wil graag met mijn vraag aansluiten op Arita's opmerking over taal. Anne van Leeuwen, ik werk bij Artis. Want als je het over taal hebt, kun je het ook hebben over verbeelding. Ik merk ook heel erg aan de vraagstelling hier, ik vind dat heel interessant. Er wordt gezegd, kunst en cultuur, heeft dat geen oplossing voor projecten of om na te denken over natuur? Ik denk dat de verbeelding die we juist nu heel hard nodig hebben, juist is om over of buiten die tegenstelling tussen kunst en natuur te denken. En om werkelijk geïntegreerd te denken. En daarom vind ik het ook interessant dat er ook projecten bezig zijn die echt ecologisch durven te gaan denken. En naar mijn lezen het juist ook de projecten die ook luisteren naar wat er al is. Dus die niet alleen iets voorstellen, maar ook luisteren naar de duisternis of naar de grutto. Ja. En ik denk dat dat juist een verbeelding is die dus werkelijk geïntegreerd gaat denken. Die ik in de tentoonstelling terug hoop. Ja, want kunnen we nog even, want ik ben wel Artis is natuurlijk ook waarschijnlijk bij uitstek een plek waar we die combi gaan maken. Zeg maar, hè? De grote wereldvraagstukken, die worden daar uiteindelijk gewoon onderdeel van de leefwereld. En hoe doen jullie dat eigenlijk? Daar zijn zeker plannen toe. Om naar een Artis. We hebben natuurlijk alle ingrediënten in huis. En om dat werkelijk te gaan integreren. En daarom zijn we ook wel geïnteresseerd in de tentoonstelling. Ja. Okay, jullie doen het nog niet. Want... We doen het wel, maar ik denk dat we het meer kunnen doen. Ja. Leuk? Ja. Artis is sowieso niet leuk. Dat één keer in de week. Even bij het begin, want de camera, de microfoon is er nu pas. Hoe heet jij? Mijn naam is Mark Hanau. Ik ben al 27 jaar veganist, geloof ik. Maar ik was dus een beetje in shock dat Maarten begon met zijn één keer in de week nog maar rood vlees eten. Dat is toch een goed begin dan, zou ik zeggen, vanuit veganistisch perspectief. Maar ik sloeg eigenlijk even aan op Artis, want Artis is, jij zei leuk, maar Artis is nooit leuk. Artis is misschien educatief, maar het is niet leuk. Het is gewoon een concentratiekamp van dieren. Okay. Verworvenheid uit de vorige eeuw. Ik zei net tegen Hans ook, ik had tot voor kort 4 auto's. Ik geloof niet dat de root of all evil waren geparkeerde auto's. Ik had 4 geparkeerde auto's, want ik reed er eigenlijk nooit mee. Dus dat werd een beetje mijn eigen autostress. Maar mensen moesten wel altijd heel erg lachen om mijn auto's. Want het waren wel 4 hele mooie auto's natuurlijk. Niet zomaar gewone auto's.
Maar ik weet echt niet waar ik... Nee, ik ben ook even de draad kwijt. Maar dat geeft helemaal niet. Mijn ouders waren ook best leuk voor mij, maar heel veel andere mensen vonden ze vervelend. Ik heb nu nog maar twee, ik heb er twee weggedaan. Maar ik vind, ja, Artus is gewoon nooit leuk. Het is... Ja, maar ja, dat kan. Maar ik hou toch even volgens mij de inspiratie van Artus vast. Want volgens mij is Artus wel in staat, nu al een beetje en misschien in de toekomst meer, om het verhaal van de wereld, van wij spreken de smeltende poolkappen, heel erg te verbinden met ons hier, met onze leefwereld. En daar gaat het eigenlijk om. Hoe kunnen we nou uiteindelijk wij allemaal als mensen, als burgers, als landmakers, die verbinding maken met die grote thema's? Dat gaat misschien helemaal niet over wat u wilde zeggen, maar... Nou, ik kan wel een mooi verhaaltje van maken, hoor. Mijn naam is Bert Kramer. Dit is Iris Dik. We zijn samen bezig met een project dat heet Wieland. En dat gaat over hoe je vanuit circulaire economie verschillende soorten ondernemingen bij elkaar kan brengen. En mijn vraag nu is, en in het begin van Maarten ging het ook over van... ik moet even kijken als ik het goed heb onthouden. Cultureel-economische concurrerende economieën. En ik vroeg me af hoe dat de Grutto gaat helpen en hoe dat Artis gaat helpen en hoe dat alle initiatieven gaat helpen. Want in economie en concurrerend zijn, daar houdt in dat alle kwetsbare dingen heel vaak daarvoor moeten wijken. En waardoor die kwaliteiten gewoon niet, zeg maar, mogen bloeien in een ongelooflijke hoge dichtheid als Nederland. En dan ben ik toch bang dat al die dingen toch heel vaak of in de ambtenarij verzanden of in een leuk eenmalig projectje. Dan is de vraag aan Maarten. Ja, maar ook gewoon echt hoe mensen, ook mensen uit Leeuwarden, denken hoe je dat kan consolideren. Niet alleen door een nachtlandschap te maken bijvoorbeeld, maar ook door te zeggen van de boeren gaan hier daadwerkelijk economisch gewoon iets aan doen en iets aan hebben. En ook inzien dat het kwaliteit is. Zowel in de provincie als de forense, maar ook in de stedelijke gebieden. Eigenlijk het veranderen van verdienmodellen en zo. En de concurrentiekracht op een andere manier gaan uitleggen. Ik heb het gevoel dat Maarten verkeerd begrepen is, maar misschien, hoe zie jij dat, Maarten? Nou, dat doel waar het over ging, over die concurrerende economie, dat was iets wat Hans zei. Maar ik wil best een antwoord geven. Ja, nee, maar dan gaan we naar Hans toe, want Hans is, ken ik nu, de aanstichter. Hans, wat zei je nou precies over concurrerende economieën? Nee, kijk, ik wou niet beginnen met het afschaffen van het kapitalisme, want dan heb ik in Den Haag geen enkele schijn van kans. Ik ben heel erg geraakt, ook door de voorbeelden uit Friesland. Hè? Want kijk, dat realiseren denk ik weinig mensen zich. Als je naar onze planeet kijkt, dan zitten wij op de vruchtbaarste stuk grond, überhaupt. Dat realiseren we ons niet, maar dat is echt zo. En hoe gaan we daarmee om? Echt op een erbarmelijke manier. Namelijk één grote eenzijdigheid, zowel in landbouw als veeteelt. Daar is ons verdienmodel op gebaseerd. Onze logistieke systemen zijn daarop aangesloten. En we zijn er ook nog koploper in Nederland en in de wereld, hè, met innovaties, slimmigheid. Het is fantastisch wat we kunnen. En de kunst is om de omslag te maken naar veel meer biodiversiteit, om een verdienmodel overeind te houden en ook voor boeren, zeg maar, perspectief te hebben en te houden op hoe ze hun bedrijf kunnen runnen. En dus concurrerend kunnen zijn, maar dat wel in een veel betere balans met waar ik vind dat we een plicht hebben om laten we zeggen, die landbouwgrond of die vruchtbare bodem eigenlijk vruchtbaar te houden. Dat zijn een paar korte zinnen, maar dat betekent dat ons landbouwbeleid volledig op de schop moet. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Dat is een heel langjarig traject. Er is heel veel discussie over gevoerd moeten worden. De boeren zullen ontmoeten. En je ziet, dat vind ik overigens natuurlijk hartstikke interessant, dat boeren zelf ondertussen ook in de gaten krijgen van de manier waarop wij bezig zijn, dat werkt niet. Ik kan daar zeker wat in betekenen. Want een van de dingen die wij ervaren in de discussie die we hebben, is dat ook partijen die graag willen, boeren, banken, die zeggen allemaal, ja, maar het zou enorm helpen ons Rijk een bepaalde koers rond die landbouw gaan uitzetten. Dat we eigenlijk met elkaar hardop eens zeggen van die vorm waarin we dat nu hebben gegoten, dat moeten we de individuele boeren niet verwijten. Die zijn in een systeemfuik gezwommen en daar zitten we met z'n allen aan vast. Als nou de overheid zegt, ja, we moeten naar een nieuw perspectief, waar bijvoorbeeld die biodiversiteit weer een onderdeel van het systeem geworden is. En we gaan dat voor de komende 10, 20 jaar, misschien wel de volgende generatie neerzetten. Dan zijn partijen, ook banken, geïnteresseerd om mee te ontwikkelen. Dus het Rijk zou, los van de politieke, zeg maar, heigerigheid van iedere 4 jaar, want dat is ook waar wij heel erg moe van worden, eerlijk gezegd, zou het Rijk veel meer dat soort lange termijn ontwikkelen.
processen zouden ze moeten faciliteren. Zodat wij geleidelijk ook die transformatie kunnen mogelijk maken. Okay, dus een hele heldere, heel helder appel zeg maar, vanuit de praktijk aan de systeembeeld. Lange lijn, die jij zelf ook al noemde. Om die transitie naar eigenlijk een hele nieuwe verdienmodellen mogelijk te maken. Nieke Richter wilde volgens mij iets aan toevoegen. Ik denk dat het Rijk ook naar zichzelf moet durven kijken. Want we horen natuurlijk bijvoorbeeld over die aardbevingen. Heel vaak, aardbevingen. Maar de bodemdaling die daarbij komt, die is nog veel funester eigenlijk. Want we hebben bodemdaling, maar door de gas- en zoutwinning gaat die bodemdaling twee keer zo hard. En daardoor wordt onze vruchtbare grond twee keer zo onvruchtbaar. Want het verzilt. We moeten steeds meer bemalen, kost steeds meer energie. Als we het weer over energietransitie hebben. En we krijgen daardoor steeds minder vruchtbare grond. Dus laten we alsjeblieft niet altijd naar de boeren kijken, maar laten we ook naar ons eigen systeem kijken. Want die zoutwinning, dat is natuurlijk achterhaald van hier tot Tokio. Want eerst halen we het uit de grond en vervolgens strooien we het op over de weg heen. Als er één klein beetje gladdigheid is. Dat is toch stom? Ja. Dus eigenlijk jouw appel aan de systeemwereld, of in dit geval aan het Rijk, is ook daar. Niet alleen ten aanzien van landbouw, maar ook ten aanzien van gaswinning, zoutwinning. Zet een lange lijn uit. Daar hebben wij helemaal niks over te zeggen, hè? Dat wordt vanuit Den Haag bepaald. En, het wordt ons gewoon opgelegd. Hey, en nog eventjes, want dit snap ik, even nog een soort van Hans, natuurlijk eigenlijk niet Hans, maar meer gewoon de systeemwereld. Kun je ze een beetje helpen, zeg maar? Hè? Want wat is natuurlijk, dit is natuurlijk een klassiek. Wat kun je ze een beetje helpen? Want ze hebben ook, we willen het ook warm hebben en zo. Nou, en we willen eigenlijk mijn eerste sheet die ik liet zien, hè, je hebt die kwaliteiten. Dat zijn nu alleen nog maar emotionele kwaliteit. Durf daar ook eens een keer een economische waarde aan te hangen. Daarvan kunnen we leren van de gruttel. Hè. Elke nieuwbouwwijk waar 40 gruttelparen verdwijnen, is natuurcompensatie. Maar als er dus vruchtbare grond verdwijnt, is er geen vruchtbare grondcompensatie. Ja, dat is eigenlijk wel interessant, eigenlijk juist ook misschien om het economisch te gaan maken. Geen stiltegebiedcompensatie. Het gaat maar door en we pakken maar en pakken maar, waardoor we straks niks meer hebben van die emotionele waarde. En probeer die waarde tastbaar te maken. Ik ga bijna naar de mensen in het midden, maar misschien nog even. Wat jij noemde een mooi punt over, het moet wel behapbaar zijn. Hè? Dus je moet dat grote schaalniveau naar lokale context proberen te vertalen, om daar daadwerkelijk te doen. En ik denk dat daar, wij noemen het ook wel eens glocalisatie, globale problemen in een lokale context, dat het de regie op dat niveau goed georganiseerd moet worden. Want nu bijvoorbeeld, als je het over landbouwtransitie hebt, dan zet de regio bij ons, die zegt, ja, maar we wachten dat Europa keuzes maakt. En het Rijk moet eerst dit en dat. Dus de lokale besluitvorming over dat soort dingen, daar wordt heel weinig ruimte voor gevoeld. Dus je zou kunnen zeggen, wil je die grote thema's op een begrijpelijke, lokale manier ook kunnen oplossen, dan moet er ook regelruimte voldoende zijn om dat op gebiedsniveau te kunnen doen. Helder. Dankjewel, dat is een hele mooie brug, want ik had jullie al aan het begin beloofd, hè. Wij zijn allemaal als landmakers ook wellicht, als we willen, betrokken bij een initiatief van Wij Maken Nederland. Dat is zo breed en zo open als het lijkt. Een aantal mensen die actief zijn in het ruimtelijk domein, om eigenlijk stelling te nemen. En we hebben nou heel toevallig, die zit ook nog eens een keer mooi in het midden, hebben wij twee mensen die daar een beetje de kartrekkers zijn. Jan-Marie de Jonge en David Dogen. Wing, Verenigde Delta Metropool. Maar jullie coördineren of trekken eigenlijk een beetje het initiatief om een regioreferaat te maken. Om eigenlijk bij die, of naast die nationale omgevingsvisie, gewoon eens een keer zeggen, vanuit de praktijken, vanuit al die places of hope, hebben we eigenlijk dit nodig op nationale schaal. Of dit nodig van het systeem als geheel. En jullie gaan een stuk maken wat we ook echt op die manier ook heel scherp gaan bediscussiëren eind mei. Met de verantwoordelijke, zeg maar, bazen van de 8 ministeries die omgevingsvisie gaan maken. Als jullie nou zo eens luisteren en wat hier nou zo heen en weer gaat. En de toch vrij serieuze poging om ook eigenlijk cultuur en kunst in Leeuwarden als aanjager te benutten om die kloof te dichten tussen wat we met elkaar allemaal in onze leefwereld meemaken en wat we als systeem voor elkaar moeten krijgen. Wat zijn dan een aantal dingen die jullie hier opvallen of die jullie misschien mee willen nemen? Ja, precies. Jan-Marie? Nou, ik krijg er wel zin in. Laat ik daarmee beginnen. Want geweldig die verhalen. En het maakt me ook meteen weer bewust van hoe dit werkt. Want er is veel gezegd over taal. En ik denk, ook als je de klassieke filosofen leest,
Je hebt de taal van de buik. Dat is, daar zetelt angst en verlies en boosheid en dat soort dingen. En heel veel van wat we in de politieke discussie merken is taal van de buik. En daar wordt dan op gereageerd door de systeemwereld met taal van het hoofd. Dan wordt er onderzocht en er worden argumenten en facts en figures en hoeveel windmolens waren het? Nou ja, ontzettend veel. Maar zo'n getal zegt niet zoveel. En dan merk je dat die taal van kunst en cultuur, maar ook de verwondering van natuur, dat is taal van het hart. En dat raakt. En die weet die verbinding te maken, veel beter dan wat dan ook, tussen die taal van de buik en de taal van het hoofd. En we hebben ze allemaal nodig. Hè? Want we hebben ze allemaal. De taal van de beleving hebben we ook nodig, hebben we net geleerd. Ja, nou dat is die beleving, dat is de taal die raakt voor mij. Dat is die taal van het hart. Dus daarom zou mijn oproep enorm zijn om veel meer die taal van het hart ook zichtbaar te maken. We hebben inderdaad het platform Wij Maken Nederland. Het is ontstaan in het jaar van de ruimte, 2015. Toen hebben zich al 600 landmakers of zo aangemeld. Daar hebben we toen een selectie van op het podium gezet. Dat waren er toen 15. Er zijn er nu 15 aan toegevoegd uit het noorden. Inmiddels hebben zich 1000 landmakers aangemeld. Of misschien al wel ietsje meer. Maar de stand van zaken vorige week was 1000. Hoe mooi zou het zijn dat al die 1000 met... ja, ook die taal van het hart op dat platform dingen laten zien. Dus die oproep zou ik graag willen. En ook met de taal van het hart, dus constant dat gesprek aangaan, zoals we ook leren van de twee landmakers met die systeemwereld. De cirkel ook die Nienke liet zien van de bewustwording, de beleving en dan toch ook naar dat beleid. Ja. Dat je die talen ook gaat verbinden op die manier. Ja. Dus dank je wel. Ja, dank jij wel. David, zou je nog iets aan toe willen voegen? Wat ik wel grappig vond, is we hebben eigenlijk een soort plan A. En dat was dan analyse allemaal A. Ja, activering was het einde, actie. Centrale activering. Ja. En dan hebben we eigenlijk het plan B van bewustzijn. Dus ik vond het ook grappig dat het een soort A en B werd. En dan vroeg ik me eigenlijk af van, wel, als we nou gewoon even in de zaal vragen, welk plan gaan we dan morgen onthouden hebben? Welk plan gaan we dan morgen meenemen? Welk plan gaan we dan morgen tegen onze vrienden vertellen? Goh, ik was gisteren op een bijeenkomst en heb ik nou dit meegenomen. Is het nou plan A of is het plan B? En ik wil nog gewoon even stemmen, vind ik ook wel fijn. Maar wat bedoel je met plan A en wat bedoel je met plan B? Plan A zal ik nog even opnoemen, want ik heb het gewoon opgeschreven. Ja. We gaan analyseren, dan gaan we een ambitie neerleggen, dan gaan we allianties sluiten en dan gaan we actiegericht aan de slag. En het waren er ook 4 punten en dan dacht ik, ja, het is praktischer om er ook maar 3 te hebben. Om dan bewustwording te gaan doen, wat eigenlijk ook een soort analyse is overigens. En beleving om dan beleid en dan uiteindelijk ook het weer een soort echt circulerend doorgaand. Maar als we goed luisteren naar zeg maar Nienke Rikst en Klaas Siets, hè, volgens mij... die elementen zaten er wel in, hoor. Alleen je moet ze dus uiteindelijk... Ja. Nee. Stop. Nou, maar ik wil je even goed snappen. Als we gaan stemmen, moet ik wel snappen waar we tussen gaan stemmen. We hebben nou het voorbeeld van... We kunnen het aanpakken door analyse, alliantie, actiegereedheid. Of we kunnen het aanpakken door bewustwording, beleving... En dan gaan we daar kijken hoe we het beleid daar gaan op richten. Dat is eigenlijk het appel wat jij doet hier. Ja, nou als de vraag morgen is, welke ga je nou tegen je vrienden gaan vertellen? Ga je nou deze manier gaan vertellen? Of ga ik nou vertellen? En dan zou ik eigenlijk het liefst nog wel hopen dat daar ook plan B komt. Ja, zeker. Nee, maar ik ga protesteren. Het interessante is, er wordt een tegenstelling gecreëerd waar ik nou net van af wil. Daarom is zo'n avond als dit een belangrijke. Daarom is die Places of Hope zo belangrijk. Om die werelden juist bij elkaar te brengen. En het helemaal niet een stemmetje te maken van kiezen we voor A of B. Mm-hmm. Het zijn natuurlijk beide. Mm-hmm. Want als we het ene doen zonder het andere, dan komt er van het ene niks terecht. En als we het andere doen zonder het met het ene rekening te houden, dan komt er ook niks van terecht. Dus de kunst is... precies die dingen te doen en te verbinden aan elkaar. Daarom is dat zo belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn. En inderdaad,
de goede taal weten te raken en te vinden die het hart raakt. En dat past niet bij wat mij betreft, dus ik ben er echt op tegen om te gaan stemmen. Dat past niet bij ouderwet stemmen, ben je voor A of ben je voor B? Dat zou ik nou oude wereld noemen. Oké, dat brengt me bij mijn tweede punt. Het is niet top-down, het is niet bottom-up, het is juist die verbinding. Ik heb wel eens iemand gehoord, elk een van de landmakers die ook zal... ook te zien zal zijn in Leeuwarden, die noemt dat bottom-based. Dus je gebruikt dus de doorzettingskracht en de kracht van het collectieve. Het collectief een beslissing nemen in wetten, in regels, in akkoorden. Maar je benut ook de kracht en de energie en de inspiratie van de taal van het hart van individuen. Nou, dat is mijn tweede punt van hoe zou het gaan verbinden, maar in ieder geval, dankjewel. Dat was in ieder geval duidelijk een taal van het hart die Hans heeft gesproken. Ja, absoluut goed. En daar wat ik wel interessant vond is ook die taal, maar ook de beelden. Wat ik wel grappig vond is, we zijn eigenlijk, we doen het heel erg goed op heel veel lijstjes in Europa, maar als je kijkt naar de nieuwe economie die dan eigenlijk geponeerd wordt, zijn we bijna het Rotterdam van Europa. Dus we zitten echt op de slechte lijstjes van biodiversiteit, van we zijn van in Amsterdam, ja, dat is duidelijk. We zijn in Amsterdam, ja. Dan kun je dat gewoon zeggen, zonder dat je kop eraf gerukt wordt. Maar en dat vond ik wel een heel sterk beeld. Dat als we blijven zeggen hoe goed we het doen, en eigenlijk dus niet vertellen hoe slecht we het op andere delingen doen, die eigenlijk in de toekomst belangrijk zullen worden, dan gaan we ook niet veranderen. Oké. Dus ik zoek eigenlijk ook een beetje daarin het veld van... En ze vinden elkaar ook in deels een bewustwording, of het een analyse of bewustwording. Wees maar eens eerlijk. Laat maar eens een keer dat ingepakte flesje water zien en die absurditeit. Besef hoe pervers het is. Nog één opmerking, dan gaan we nog naar een laatste sneak preview van de tentoonstelling. Dankjewel. Heel interessant, ook heel interessant. In de zin dat de storytelling is heel belangrijk, want dat raakt een gevoel en dat kan mensen... bijtrekken bij bepaalde projecten en zo. Maar echt waar, 90.000 windmolen, dat zegt echt wat aan mij. We hebben ook de nummers nodig. Wat ik heel interessant vind is de B Corporation verhaal. Wat zegt dat? Dat iedereen heeft de duurzaamheid hier en daar zitten verkopen en vertellen. Maar ik ben klaar met alleen maar de storytellen en de gevoelen. Ik wil ook de nummers zien. Oké, dus wij hebben echt allebei kanten nodig, vind ik. Ook in het bedrijfsleven. Absoluut. Ja, precies. Ja, en van de overheid. We hebben nog een laatste sneak preview te goed, Michiel. Zou jij dat willen verzorgen? Ik ben geneigd om gewoon te vragen om het licht uit te doen. Okay. En uit het raam te gaan kijken met elkaar. Kunnen we daar... Nee, maar echt alle licht. En dan gewoon uit het raam te kijken. Dat doen we misschien aan het eind. Ik wilde nog iets anders vertellen voordat ik de laatste sneak preview hier op het scherm tover. Vanochtend hadden we een hele bijzondere bijeenkomst. Er zijn honderden scholieren in heel Nederland aan de slag gegaan met de vraag hoe ziet mijn wijk van de toekomst eruit? Dus hoe wonen wij in 2050? Met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Die heeft dat begeleid en dat hebben we samen handen en voeten gegeven. En vanmiddag hadden we de jurering. Er waren 6 finalisten en hebben een winnaar gekozen. En over hoop gesproken, dat gaf hoop. Als je ziet waar zij over nadenken, ook wat ze willen behouden. Dus het moet niet allemaal om. Heel veel dingen die van waarde zijn. Korte afstand tussen je school en waar je woont bijvoorbeeld. Of groen in de buurt. Maar ook radicale omwentelingen die zij voorstellen. Circulaire economie, dat soort woorden gebruik zal. Dan heb ik het over kinderen van 13, 14. Hè? En ook mensen op de kinderen op de MAVO. Dus heel veel hoop. Maar ik denk, dat kwam hier ook een beetje bij. Volgens mij is het ook goed om te laten zien wat we echt niet willen met elkaar. En mede daarom hebben we Dan Hassler-Forst gevraagd, filmwetenschapper, om eens in beeld te brengen hoe wij eigenlijk gevoed worden met dystopische beelden als we naar de bioscoop gaan. En waar hij mee is gekomen is echt fenomenaal. Hij heeft uit 78 films fragmenten gehaald die iets van de verbeelding van de stad van de toekomst laten zien. En je kan ongeveer wel raden dat denk 70, 75 van die films laten louter en alleen een gitzwart beeld zien. En dan een paar die laten een glimp van hoop zien. Dus daar is ook nog een wereld te winnen. En daar komt een speciaal filmzaaltje. Dat ziet er zo uit. Dan kan je gaan zitten. En daar draait dus Spaces of Hope.
En daar laten we echt zien van Metropolis van de jaren 20 tot aan Blade Runner. Hoe wij gebombardeerd zijn met beelden. En hoe ons deels ook de hoop is ontnomen. Ik laat een heel klein clipje ervan zien. En die breek ik abrupt af. En dat is dan de cliffhanger. Dankjewel, dankjewel. Ja, beste mensen, de tijd gaat heel snel. Het is eigenlijk natuurlijk al een stiekem een klein beetje over 10. Places of Hope is natuurlijk ook een feestje van zeg maar, ons allemaal. En Jan-Marie zei het al een beetje. Wij als mensen die ons op een of andere manier in onze levenwereld verdienstelijk maken. Wij als landmakers, we hebben dus een platform, wij maken Nederland. En er is dus een feestje te vieren, want er is nummer 1000 is gekomen. En die is ook hier in de zaal, begreep ik. Moeten we even iets... Jan Kadijk, waar ben je? Nummer 1000. Kom heel even. Ja, Jan, kom even in het licht staan, want dit is natuurlijk de 1000ste landmaker. Over 100 jaar ruimtelijke ordening en Nierhof en je kan... Nou... Dat klopt. Het is eigenlijk een beetje merkwaardig dat ik pas de 1000ste landmaker ben. Want ik ben eigenlijk al 100 jaar met de ruimtelijke ordening bezig, zou je kunnen zeggen. Inderdaad, een verhaal over dit jaar is het 100 jaar dat het Nierhof is opgericht. En eigenlijk is dat een soort eerste begin geweest van georganiseerde denkkracht over... Nou ja, hoe we met de ruimte willen omgaan, met steden willen omgaan, met goed wonen willen omgaan. En dat is een hele belangrijke organisatie geweest. En ik denk dat, zoals we hier nu als landmakers zitten, eigenlijk opnieuw zo'n soort beweging op gang aan het brengen zijn. Nadenken, verantwoordelijkheid nemen en dingen in gang zetten. En dat is heel mooi om daar deel van uit te maken, ook als 1000ste. Ja. Nou, ja. Kijk. En dat was nadrukkelijk ook een culturele beweging. En dat is het mooie. En die oproep van Maarten, ja, die geldt nu... Zeker zo hard. Ja. Dus jij bent de 1000ste. Dat er nog vele mogen volgen. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat er toch binnenkort 2000 zijn. Zorg dat je zelf landmaker wordt en steek ook iedereen in je omgeving aan. Het kan heel makkelijk gaan naar Wij Maken Nederland. Kan je gewoon aanmelden als landmaker. Dus doe dat en doe mee. En we gaan je nou huldigen. Ja. Yeah.
Dit is de 1000ste en laatste button, dus dit is wel bijzonder, jongens. Er wordt nu een foto gemaakt. Bloemen. Jan van harte, gefeliciteerd. En nog even natuurlijk de... Ja, even de gewetensvraag. Jan, wanneer ga je naar Leeuwarden toe? Nou, zo snel mogelijk. Volgens mij 5 april was dan de opening. Ja, 4 april is de opening. Het wordt een beetje vol, maar kom. En loop mee in een optocht die we doen vanaf de Blokhuispoort naar de tentoonstelling. Hoe laat moeten we ook weer verzamelen? 11:30 Blokhuispoort, Leeuwarden, 4 april. Be there. En anders heb je nog 8 maanden de tijd. Wees erbij. Maarten, nog een laatste hartekreet waarom mensen moeten komen naar Leeuwarden? Nou, volgens mij de sfeer die hier in de zaal heerst, daar proberen wij echt een mooie omgeving voor te maken. En de bedoeling is ook niet alleen dat het een tentoonstelling is, het is ook een manifestatie. Dus we hebben heel veel programma daar. En de bedoeling is ook dat mensen die plek gaan gebruiken om te programmeren. Dus we hebben ruimte voor initiatieven van mensen die in die context iets willen gaan doen. Want je krijgt een ander gesprek, is onze overtuiging, als je eerst zo'n tentoonstelling hebt gevoeld, en dan dat gesprek pas ingaat. Dan krijg je een heel ander gesprek. En iedereen kan daar dus iets programmeren. Ik kijk even nog naar Renske, want jij trekt de hele programmering 8 maanden lang. Er is al heel veel volgens mij op stapel, toch? Ja, en er zijn verschillende onderdelen van het programma al genoemd vandaag. De Kening van de Grijden heeft verschillende onderdelen in het programma. Maandelijks hebben we de University of Hope op de agenda staan, die georganiseerd wordt. Over 8 verschillende thema's. 8 verschillende actuele thema's die onder andere door Maarten, maar ook door het ministerie en vakspecialisten neer worden gezet, maar die voor iedereen te bezoeken zijn en te bespreken. Maar iedereen hier kan dus ook iets organiseren daar? Als mensen een linkje zien met Places of Hope en zeggen ik vind het interessant om van de tentoonstelling gebruik te maken of juist mijn evenement te koppelen aan de tentoonstelling met een bezoek over en weer, dan kunnen ze zich melden. Dat mag bij mij, dat mag ook via info@placesofhope.nl. info@placesofhope.nl en er komt dus ook een hele discussieruimte in de tentoonstelling waar je ook debatten of whatever kan doen. Van harte bedankt allemaal voor ieder. Fijn dat jij nog staat met het bord. Dat moeten we vooral zo houden. Wij maken Nederland. Heel veel dank allemaal. We zijn iets uitgelopen. Excuus daarvoor. Beneden in de foyer is nog uitgebreid tijd om na te praten over de Place of Hope. En we hopen elkaar allemaal te zien in Leeuwarden van 4 april tot eind november.